mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabijtja gaat niet op de foto staan. Hè. Wat een machtsontplooiing. En Stibar is de pijper. En komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet naar de boven. Van Avermaet het voet is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Van Avermaet. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Avermaet? Viviani. Het is Van Avermaet al. En Olympisch goud. Niemand anders. Olympisch goud voor de weg Van Avermaet. Voilà. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op 1. Tom Boonen is wereldkampioen. Dag luisteraars, hier zijn we terug met de koffiestop. Vlaanderen's mooiste is achter de rug. We zagen er een Sloveens fenomeen de kasseien uit Oude-Kwaremond rijden alsof hij nog nooit iets anders had gedaan. Maar we keken vorige week vooral naar de absolute verrijzenis van Mathieu van der Poel. Matje vierde afgelopen zondag al Pasen door de hoofdprijs in de Vlaamse hoogmis weg te kapen. We blikken terug op het Vlaamse wielerfestijn met de man die vroeger al ploegmaat was van Wout van Aert, maar vandaag aan de zijde staat van Mathieu van der Poel. We mogen onze gast gerust een laadbroeier noemen. Zijn wielercarrière begon hoppelig, net als de kasseien van de Koppenberg. Maar dankzij een hoge dosis doorzettingsvermogen en een sterk karakter maakt hij vandaag deel uit van een van de sterkste teams in het klassieke voorjaar, Alpecin-Phoenix. Na dubbele winst in Halle in Hooihem kroonde hij zich in 2020 tot Belgisch kampioen. Hij deed de mooiste trui van de peloton alle eer aan door dag op dag aan te vallen in de Ronde van Italië. Deze aanvalslust werd beloond met de superstrijdlust en de Trois Gardi Volanti. Welkom, Dries de Bont. Welkom. Allee, ik ben hier graag. Dries, we spraken over de Ronde van Vlaanderen, maar bij jou stond er dit weekend iets anders op programma. De Volta Limburg gereden. Ja, dat klopt. Ik stond aan de start van de Volta Limburg met als doel om daar een beetje de vooruitgeschoven man van de ploeg te zijn. En zoals dat eigenlijk heel mijn voorjaar in teken stond van een beetje in de koersen van de tweede lijn, de kleur van de ploeg te gaan verdedigen als speerpunt. En de verschuiving van die rol van vorig jaar naar nu, allee, heeft zijn vruchten wel afgeworpen, denk ik. Ik heb mijn sterkste voorjaar tot nu toe uit de benen geschud, laten we zo maar zeggen. Ja. 3 keer op podium gestaan. Ik moest eigenlijk 5 keer, waar dat ik absoluut zeker was dat er mijn kaart werd getrokken op voorhand, stond ik al 5 keer in de top 10 genoteerd. Dus op dat vlak kan ik echt wel super tevreden terugblikken. Ja, zeker en vast aan een sterk seizoen bezig. En de Volta was zevende? Of? Ja, klopt. Daar zat ik een beetje gevangen, hè, van het weekend. De zaterdag waren we daar eigenlijk ook met een heel sterke ploeg. En we hebben zelf de finale opengebroken om het Arno de Lee zo moeilijk mogelijk te maken eigenlijk. Mm-hmm. Hebben we vroeg de finale geopend op het plaatselijk rondje met de Gulperberg. En bleek toch dat de Lee over een stel wonderbenen beschikte die dag, want ze reden uiteindelijk met 6 weg. En ik moest van net iets te ver komen op dat moment. En ja, het feit dat mijn ploegmaat Stefano Oldani mee was, heb ik mezelf dan nog wat achter verstopt in de hoop dat hij tactisch goed ging uitspelen en dat hij misschien een beetje ging gokken, waardoor dat we nog gingen terugkomen. En daar zag het op het eerste ogenblik ook naar uit. We zijn een keer tot op 30 meter geweest. En dan heb ik getwijfeld om zelf de sprong te maken. Maar ik wou dat dan niet riskeren, omdat... Ja, zo'n ploegenspel is een beetje moeilijk. Hè. Als je dan zelf het gat toerijdt om een boel te forceren en je verliest de koers dan. Ja. Dan heb je de deksel op je neus. En... En nu was Stefano tweede achter een onklopbare Arnaud de Lee, denk ik. Ja. En ik was daarachter de beste. Ik was dan... mijn plan om dan op de sprint te gokken bleek dan ook wel correct, in de hoop dat ze nog teruggegrepen werden. Maar dat is dan natuurlijk iets dat we dag op moeten rekenen dat gebeurt. En ja, dat gebeurde nu niet. En ja, met 2 en 7 waren we uiteindelijk ook wel, denk ik, tevreden. Maar voor mij was het wel een gemiste kans op een overwinning en om mijn seizoen wat extra glans te geven nu. Zoals je daarnet zei, en ik denk dat ook bevestigd wordt door de uitslagen die we gezien hebben... Een van uw beste voorjaren, al dan niet uw beste voorjaar. Ik had dat hier genoteerd, of dat uw eigen keuze was om de Ronde van Vlaanderen niet te rijden, maar wat je dat net zei, is dat eigenlijk een beetje toch wel een plan geweest om dit jaar die koersen van de tweede lijn echt u uit te spelen als man dan. Ja, maar dat komt ook omdat dat is een beetje gegaan in... dat is vanzelf gegaan in de contractonderhandelingen eigenlijk vorig jaar. Ik heb vorig jaar voor 2 jaar verlengd.
Dus dit jaar en dan in 23 nog bij deze ploeg. Waar ik ook absoluut op mijn plaats zit, vind ik trouwens. Maar dat was het idee van, ja, wat gaan we doen met u drie? Kwam het van de ploegleiding uit? Want ja, deed mijn werk goed als knecht van. Maar langs de andere kant hebben we daar ook heel veel andere sterke coureurs voor, die dan de killerinstincten van mij en de snelle benen van mij dan net niet hebben. En als je dan mij, ja, om het een beetje denigrerend te noemen, met een B-ploeg afzakt naar die koersen van de tweede lijn zonder kopman, dan kun je daar niet scoren. En nu, vooral dit jaar dan, zijn die punten ook heel belangrijk voor dan de promotie en de degradatie van naar de World Tour. En vandaar dat ze met het idee kwamen van, we weten dat je dat kunt en we gaan die killerinstincten terug wat aanwakkeren en we gaan je meer kansen geven. En dan moet je ze maar grijpen. En ik kon mij in dat idee ook enorm vinden en ik was daar zelf ook wel een beetje vragende partij naar. Mm-hmm. Omdat ik ook voel, je moet jezelf ook kennen als coureur en je moet weten wat je kunt, maar je moet vooral ook weten wat je niet kunt. En ik heb mezelf wel een beetje verbaasd van het jaar. En als je mij vraagt tegen een spijt dat je aan de start stond van de ronde, dan zeg ik misschien wel deels wel, omdat ze goed gaat. Maar het feit dat ze goed gaat, denk ik, ligt ook aan het feit dat ik het over die andere boeg gegooid heb van het jaar. En als je terug die finales begint te rijden, dan maak je de juiste beslissingen. En dan word je terug sterker, hè, in je kop ook. Omdat als je altijd in de koers in de finale moet passen, omdat je iets gedaan hebt voor je kopman, ja, dan op den duur, als je zo iemand, een coureur eigenlijk als mij, die alle jaren zijn koersen wint, dan begint dat wel een beetje demoraliserend te werken natuurlijk. Ja, ik denk dat het ook wel een mooie motivatie is om te trainen en op te bouwen naar koersen waarin dat je zelf start om te winnen. Hè. Dat is altijd wel leuk als je... Ja, daarvoor ben ik uiteindelijk ook coureur geworden. Ja, omdat dat, en dan in het eerste jaar bij Corendon Circus kwam dat er ook helemaal uit. Ja. En dan won ik 5 keer. En nu, dat jaar dat ik Belgisch kampioen ben geworden, won ik 2 keer. En nu, het jaar dat ik kampioen was... Ja. Daarna, in 2021, was ik vergeten van een koers te winnen. En dat was de eerste keer dat gebeurde sinds dat ik ben beginnen winnen bij het wielrennen. En dat pikte wel. Ja. Ik had vorig jaar ik had mooie statistieken op het einde van het jaar, maar er stond geen streepje achter mijn naam. Ik had geen enkele koers niet gefinished, maar ik had ook geen enkele koers gewonnen. En als ik dat dan moet inruilen, dan doe ik dat wel direct. Dan win ik liever een koers. Dat versta ik, maar anderzijds, het programma vorig jaar ook, de Giro, en zoals we gezegd hebben, de superstrijdlust. Ja, maar daar heb ik ook een kans laten liggen, hè, of 2. Dus. Ja, misschien wel, maar het bewijst... Liever een rit dan de superstrijdlust. Ja, dat begrijp ik. Maar het toont wel aan wat voor supergrote moteur dat er in Dries de Bond zit. Hè. Als je van, ik weet niet hoeveel dagen dat je in de aanval bent geweest, een stuk of 8 misschien, toch geprobeerd hebt. Ik denk dat ik 6 keer in de vroege vlucht heb gezeten. Ja. En dat, vroege vlucht. Of 5 keer, en van die 5 keer is 4. Dat is 4 keer tot aan de meet gereden. Je moet ook gewoon weten welke dagen dat je dat moet doen en welke dagen dat kansloos is. En ik wist er mijn ritten wel uit te pikken. Ja, wat kreeg ook achteraf altijd gelijk. En op den duur, op het einde van een Giro, in de laatste week wisten ze, was ik ook gelijk aan de marker geworden voor een elf van de ploegen. Ja. Als de bond mee zit, dan rijden ze aan de meet. Ja. Ze. En dat was ook, ja. Dus dat is wel tof als ze dat zeggen. Want dat wilde ook zeggen dat je er de juiste dagen weet uit te kiezen. En daar ligt wel in een grote ronde vooral het geheim. Hè, over, Eigenlijk een beetje de vervanger van Thomas de Gent. Eigenlijk. Dat was vroeger zo wat. Hè. Als een Thomas mee is, moet je zorgen dat je mee bent. Ja, nu heb je dat palmares van een Thomas en dan ben ik niet. Ja, maar het koersinzicht en de grote motor en de superstrijdlust doen mij er wel wat aan denken. Dus, de ronde dan, dat weekend gevolgd van thuis uit in de zetel... hoe heb je dat gedaan? Ja, ik had met een van mijn beste vrienden afgesproken voor bij hem thuis de ronde te volgen, inderdaad. Ja. We hebben de dode momenten zo... Ik heb samen met die maat een snoekertafel gekocht en die staat in zijn loft. Dus we hebben de dode momenten in de koers opgevangen door een potje snoeker te spelen. En dan de laatste 70 kilometer waren we eigenlijk niet te veel meer aan het ballen. Ja, dat waren we eigenlijk meer aan het scherm gekluisterd dan... en dat was voor mij toch vroeg eigenlijk. Ik had dat niet verwacht dat zo snel ging gebeuren, maar... Eigenlijk was het van voor de aanvang van de tweede keer Quaremont was het eigenlijk al echt een mooie lange koers. Want er was een heel mooie groep vooruit geraakt met Johnny bij van ons. Ja. Wat ook proper gedaan was van hem, want dat was zijn moment echt om...
om zijn kaarten op tafel te gooien. En ay, dan stelt hem ook nooit teleur. Ja. Dus dat was wel mooi. Zeker en vast. En ja, daar ontplooide zich een mooi scenario dan voor de ploeg, omdat we daar iemand hadden. En we hadden dan nog genoeg volk in steun voor Mathieu daar een tweede keer af te zetten. En ja, de jongens hebben dat prachtig gedaan. En ja, hoe dat je het er juist in je intro vertelde, ik heb ook met grote ogen gekeken naar hoe dat Pogacar daar het eerste stuk van de Quarmont is opgereden. Zeker die tweede keer Quarmont. Dat was wat ik bedoelde. Ja, maar ik denk dat hem zijn eigen daar ook wel wat vergalopeerd heeft. Mm-hmm. Want Asgreen is daar ontploft in het wiel. Maar eigenlijk ze tonen ook alleen zijn inspanning. En die groep probeert te anticiperen omdat ze weten dat ze niet met de beste mee kunnen. Dus de jongens die in die groep zaten, werden voorbijgereden door Pogacar. Maar dat zijn gasten die anders de rol zouden moeten lossen hebben als ze in het wiel van Pogacar beginnen aan een tweede keer Quarmont. Dus als hem die voorbij rijdt, dat is ook niet zo... Oké, dat is bijzonder, omdat dat zo snel was. Ja. Maar het lijkt alsof die stilstaan. Maar ze tonen ook alleen maar het beeld van Pogacar en Asgreen. En daarachter, wat dat daarachter kwam... Ik ben bijvoorbeeld Koen, rij maar 3 seconden trager over de Quarmont. En Mathieu komt op het einde van de Quarmont in het wiel. Mm-hmm, ja. Dus die hebben gewoon hun inspanning anders getimed en dat is nooit in beeld geweest. Maar dat zijn zeker even impressionante inspanningen geweest als die van Pogacar zelf. Maar die was gewoon een beetje slimmer getimed, want als je zo snel dat stijlstuk omhoog rijdt, dat kost heel, heel, heel veel energie. En dan komt je eigen wat tegen op dat beter lopend stuk. Allee, percentagegewijs dan, want die kassaien die lopen voor geen meter. Maar als je daar nog de jus hebt om te versnellen, op de uitloper, zeg maar, dan kun je daar zoveel goed maken. Of ervan wegrijden. En. Wat ik ook zag op dat stijlstuk, ging eigenlijk altijd van op de rug van de kasseien naar die zijkant, dan terug naar die rug. Dus die legde nog een keer een paar extra meters af ook. Dus dat maakte... Het misschien wel spectaculairder om er als... Maar ja, daarna ook. Hij heeft zeker de koers gedragen. Pogacar heeft niet teleurgesteld. Hij was een van de topfavorieten. En hij heeft de forcing gevoerd op elke helling. Op de Koppenberg nog eens. En dan was het enkel Mathieu en Madoua die kon volgen. Ja. Met Pedersen die had 5 seconden punch te kort. Want anders was hij ook mee geweest. En het moment van de ronde vond ik toch... Een van de momenten van de ronde vond ik toch het anticipatiemoment van Dylan van Baarle weer. Ja. Daar kun je gewoon je klok op gelijk zetten dat de laatste 9 jaar ergens in de koers kiest Dylan van Baarle zijn moment uit en dat blijkt keer op keer het juiste moment te zijn. Ik heb het hier genoteerd. Ja. Dylan van Baarle, koning van de anticipatie. Ook het verondert mij ook niet dat jij dat zo prachtig moment vindt, omdat dat is iets wat jij ook wel kunt. Zo slim coureur zijn en dan uiteindelijk met een mooie prijs naar huis gaan. Het was echt ferm gedaan van Dylan. En het is iets bedoverend, Tris, wat jij ook hebt geprobeerd in 3 prijzen dit jaar. Hè? Ja, maar eigenlijk... En dat was een impulsieve beslissing op het moment dat die kans zich voordeed, of die opportuniteit zich voordeed, daar richting de Taienberg. Ik had de koers van het jaar ervoor goed bekeken en eigenlijk... Ik hoopte echt dat ik meer voorsprong ging krijgen en dan had hij kans op slagen. Maar het jaar ervoor was net hetzelfde gebeurd met Quinn Simmons. Mm-hmm. En die rijden ze halverwege de Taienberg, rijden ze die voorbij en die komt nooit meer in het koersverhaal voor. Maar als je daar 15 seconden meer krijgt natuurlijk, en je bent het stijlste stuk van de Taienberg gepasseerd, dus ze komen boven op de uitloper bij je, dan zit je wel mee. Maar voor mij was dat daar achteraf gezien wel een foute beslissing om dat te proberen. Omdat ik denk, als ik daar... goed gepositioneerd aan de voet van een Taienberg kan beginnen, dat ik wel had kunnen volgen, denk ik. Als ik nu zie dat ik toch na die inspanning voor het anticiperen toch nog met die tweede groep bovenkom en daarboven ook nog de forcing mee voer om terug te proberen komen op die groep van Wout, dan denk ik dat ik daar de verkeerde beslissing had gemaakt en dat ik niet had moeten anticiperen, maar gewoon had moeten meeschuiven met de beste. Ja, en, ik denk dat vooraf vond ik het wel echt een goede beslissing. Ik had het ook nog tegen Ben gezegd. We waren daar een paar dagen later met de fiets ook gepasseerd. En inderdaad, ik weet niet hoe dat de wind juist stond richting de korte keer, maar... Ja, daar had ik niet zoveel last van. Maar ik weet ook, het is puur positioneringsspel. Hè. Iedereen weet dat die een Taienberg eraan komt. En als er juist andere ploegen op kop gaan zitten, die boven niet direct de gas open trekken op de korte keer... Dan krijg je er een halve minuut meer cadeau. En nu had ik gewoon de pech dat... Allee, pech, ja. Het is hoe dat je het noemde. Maar nu had ik gewoon een tegenslag dat Jumbo boven
iedereen samen zat en de juiste mannen op de juiste plaats hadden zitten al, om daar gewoon een tactiek van Quickstep van het jaar ervoor te kopiëren en van alles op een lijn te trekken, zodat ze van achteruit meer kunnen komen richting de Taienberg en dan zitten ze sowieso op je plaats aan de voet. En ja, dat was wel een mooi staaltje van de ploeg natuurlijk. Hè. Ja, op de korte keer kan het wel een keer vaak stilvallen in koers. Dat hebben we ook al een paar keer gezien in de ronde vroeger. Maar zo richting de korte keer rij je toch ook waarschijnlijk niet kapot? Jij alleen dan. Je demareert toch nog met het idee van het is nog lang. Het is nog lang, ja. En ik wist ook, ik had achteruit gekeken van het moment dat ik die vrijheid kreeg. En ik wist dat het op één lijn was. En daar rijden op een tempo naar boven. Ik kon de korte keer 20 seconden rapper opgereden hebben ook. Maar dan rijden wij gewoon inderdaad voorbij. Mm-hmm. En dan heb ik voor wat dat Quinn Simmons vorig jaar tegenkwam. Dus ik had gewoon zoiets van, ik moet speelruimte krijgen. En krijg ik ze, dan is het goed. Dan ben ik de Taienberg mee over en zit ik in de finale. En krijg ik ze niet, ben ik niet kapot gereden. En, want van het moment dat ik wist dat ze aan het komen waren en dat ik niet aan de voet ging geraken, heb ik mijn inspanning ook beginnen anders doseren en heb ik ervoor gezorgd dat ze in een bocht bij mij kwamen zodat ik gewoon kon inpikken in het wiel van Van Aert. Ik zat gewoon perfect geplaatst aan een Taienberg met eigenlijk een soortgelijke inspanning om het gewoon vanuit peloton te doen. Maar ja, achteraf gezien, ja. Maar Wouter, je dan nog rapper naar hem mogen willen zeggen? Ja, en ik heb daar ook... Het was er een manneke dat doorzakte, ik weet niet meer van welke ploeg dat was, maar je kon op de beelden ook heel goed zien dat er een opstropping was. En die heeft mij eigenlijk ook wel redelijk geflikt. Ik zat tussen Sagan en Pedersen en die hebben al twee beslist dat ze niet mee konden op het stijlstuk, tegelijk. Ja. En ik kon gewoon niet weg. En daarna kon ik wel al versnellen, maar dan waren ze al weg. En ja, ik zeg het, dan was het kijken van in de tweede groep. Hè. En, ja. En terug, anders terug over naar de ronde. Keek je al van 's ochtends vroeg met de voorbeschouwing al naar tv? Nee, maar ik heb wel gevolgd hoe dat de vroege vlucht zich gevormd heeft, want dat vind ik altijd een heel mooi moment in de koers. Dus persoonlijk, dit jaar keek ik ook wel rijk als een duit naar de vroege vlucht, want ik dacht, misschien hebben ze dit jaar iets meer kans, met dan het wegvallen van Wout een paar dagen voordien. Dacht ik, dat gaat in het begin toch een beetje voor chaos zorgen. Gaat de volledige last bij Alpecin liggen. Maar ik vind dat ze vrij veel hulp hebben gehad, van UAE, Jumbo, Total, denk ik ook. Ik vond dat ook, eerlijk gezegd. Moest ik die andere ploeg geweest zijn, had ik op Jumbo na misschien. Omdat ik vind dat je, als je Laporte en Benoot in je ploeg hebt zitten, dat je toch ook verantwoordelijkheid mocht pakken. En UAE vind ik meer dan terecht met Pogacar. Maar ik denk dat Quickstep ook mee hierin heeft. Ja, Quickstep ook, ja. Ja, en moest ik de troepen van Patrick de Vijver aangestuurd hebben en ik had het niet gedaan. Mm-hmm. Het is het enige jaar dat je kunt gebruik maken van die rol van underdog. En als je dat nog niet gaat doen, dan... Allee, het is de rol waarvan dat wij in het begin van het opstaan van onze ploeg zeg maar zoveel gebruik gemaakt hebben om zoveel te winnen. Mm-hmm. En wat dat we nu niet meer kunnen en mogen doen van andere ploegen terecht. Maar dat is een van onze grootste wapens die ons ontnomen is. Het niet meer uit de positie van underdog kunnen doen. En ook een van de redenen waarom dat ik denk ik vorig jaar geen enkele koers gewonnen heb. Omdat ze gewoon te veel rekening hadden met ons. Mm. En als je dat dan nog niet gaat doen, als je de kans ertoe krijgt, dan denk ik dat je toch tactisch aan het blunderen bent. Ja, want onze vorige podcastgast, Arne Marit, die wou ook heel graag in de vroege vlucht zitten. Dus ik was er ook naar aan het kijken. Ik zeg van, zou het hem lukken, zou het hem niet lukken? Maar toch al vrij snel ontstond die vroege vlucht met wel sterke mannen, hè. Taco van der Oren, Stam de Wulf, Taco in de klok gelijk zitten. Ja, Matthijs Paasens zit er ook wel al 4 keer in van het jaar, zeker? Vorig jaar ook. Ik denk dat hem 3 keer al in de vroege vlucht gezeten heeft van de ronde. Dus die weet ook hoe dat... Ja, dat is toch een kunst, hè? Kunst en chance, hè. Maar je moet ook vooral... Allee, als ze zo vroeg wegrijden, is dat deels geluk hebben. Want dan moet je moet op het juiste moment in de juiste... Ja, in de juiste flow zitten, zeg maar. In de juiste ontsnappingspoging zitten. Want als daar dan de juiste ploegmaat in zit... Gelijk als Arne Marit voor heeft met Lindsay de Vilder. Ja, waarschijnlijk. Dan is die ploegmaat mee en zeg jij niet mee. En vaak in die ploegen, gelijk als bij Sport Vlaanderen is het zo... En bij Brussel nog niet. Dat er daar 3 of 4 zijn aangeduid van... Jullie moeten elkaar afwisselen, want we moeten iemand in die vroege vlucht hebben zitten.
En daardoor zijn die ploegen ook altijd mee natuurlijk. Maar bij ons, als wij ervoor moeten gaan, wij zijn dus vaak alleen of met twee maar aangeduid. En dan is dat net iets moeilijker en dan moeten uw pogingen echt goed kiezen. En als het lang duurt, dan komt het meer aan op ervaring en weten welke momenten dat er goed zijn om weg te rijden. En als het dan een keer net goed hard gegaan heeft en het valt dan stil, dan moeten we weten dat als iedereen gebruik wilt maken van dat moment om een verse adem te vinden, als je dan nog eens kunt versnellen, dan heb je al een betere kans om... Ja, Lotto had ook Grignard mee. De man met wie dat ze wel bijna zeker hebben gekoerst. Hè. Ja. Groot talent uit onze generatie toch wel, hè? Sébastien Grignard. Ja, zeker en vast. Een tijdrijder eigenlijk. Hè. Eigenlijk ja. Het podium op het TK nog gereden, herinner ik mij. Bij de juniors of bij de beloften. Ja, een hardrijder. Hè. Puur zo. En als je die mee hebt in de vroege vlucht. Ja. En ik weet niet, Ben en Dries, of dat je weet wie dat de eerste in uitslag was van de vroege vlucht. Oeh, nee, dat weet ik niet. Wacht. Taco is lang meegaan, dat heb ik gezien. Dus als ik een beredeneerde gok moet doen, dan zal het waarschijnlijk Taco zijn. Maar dat is voor de, te voor de hand liggend, dus ik ben aan het nadenken wie dat er nog is. goeie redenering wel. Wat Taco is pas gelost. Ik denk tussen... Allee, voorlaatste keer Quaremont pas, denk ik. Ja, maar het was Mozzato van B&B Hotels. De 25ste had hij. Amai, dat is wel proef. Ja, dus 25ste. Amai. Ja, komen uit de vroege vlucht is wel sterk. Maar het nieuwe parcours van de ronde zie je wel vaak dat er zo achter de kopgroep in de finale vormt er zich een groep geslagenen, zeg maar. En dat is traditioneel gezien wel altijd traditioneel. Sinds dat er een nieuw parcours is, is dat redelijk vaak een redelijk grote groep. En het jaar dat Casper Asgreen boven water gekomen is, die had een hele dag op kop gereden, dat had Tim de Klerk. En die werd tweede toen, achter Philippe Gilbert, denk ik. Nee. Bettiol, denk achter ik. Hè? Ja. Wie? Achter Bettiol, ja. Ja, klopt. Want Christophe van de sprint voor Mathieu. Ja. Just, was en dat was ook uit zo'n groep die eigenlijk redelijk groot is. En als je daaruit komt, kun je nog een schone prijs rijden. Maar ja, als je dan in de vroege vlucht hebt gezeten, en je bent de laatste van die groep, dan zit je nog de 25ste. Ja, maar alleszins, ik vond het echt een sterke kopgroep die wegreed. En dan het tweede belangrijk moment was de Berendries, waar dat zowel ik als Ben langs de kant stonden. Waar dat dan Pedersen wegreed als grote naam, met Bettiol, dan ook Gianni Vermeers. En op een bepaald moment zag het er wel echt supergoed uit voor die groep. Maar dan richting de tweede keer uit de Quarmond zijn ze een beetje beginnen twijfelen. En ik denk in die afdaling richting Bakker Bjorn. heeft peloton zoveel meer snelheid gemaakt. Ja, peloton rijdt daar, ja, hoeveel is het? Er is het 70 per uur. Tussen de 70 en de 80. Ja, Dries kende Bakker Bjorn duidelijk wel. Ja. Stijn van den Berg vorige week niet. Kende Bakker Bjorn niet. Natuurlijk. Bakker Bjorn wordt sponsor van de podcast, denk ik. Adriaan Brouwer gebakjes. Nee, maar allee, om daar even op terug te komen. Dat is waar, het zag er even goed uit. Maar ik denk dat er één of twee ploegen te weinig vertegenwoordigd waren. Om het echt een kans op slagen te geven. Want ik heb gezien dat Total Energy daar eigenlijk een van de laatste ploegen... Allee, laatste, dus dat is overdreven, maar... Het is toch niet de eerste ploeg die hun verantwoordelijkheid zou moeten opnemen. Maar die doen het wel, omdat ze de slag gemist hebben. Die beginnen daar vol te rijden, achter die mannen. En het was nog een ploeg niet mee, ik denk EF of zo. Het waren met twee ploegen die daar de achtervolging hebben opgenomen op het moment dat jij zegt... Bahrein, denk ik. Of Bahrein, ja, het was Bahrein, inderdaad. En dan zie je, en die hadden met Mohoric natuurlijk, winnaar van Milan Sanremo, we moeten dan een beetje prestigieus toch hun strepen, allee, of op hun strepen staan of hun kleur verdedigen. En als die een manneke mee hebben, of Total heeft de manneke mee, dan is het maar één ploeg en dan was het denk ik inderdaad een beter scenario geweest. Of dat waren ze tenminste toch met die groep over de tweede keer Quaremont Paterberg geraakt. En dan krijg je inderdaad wel een andere finale. Want dan moeten Mathieu en Tadej moeten dan vanuit de achtergrond komen om naar die groep te geraken. En dan moeten ze heel veel energie gebruiken om er naartoe te rijden. En dan is het inderdaad wel een ander scenario. Ja, want ze kwamen dan boven en op het stuk tussen Canarieberg, zo langs Louise Marie, richting de voet van de Quarmond, waren José en Karel echt bezig van, ja, deze groep gaat toch zeker voorbij de Paterberg geraken. Maar dan plots
zag ze dat tijdverschil serieus terugzakken. En uiteindelijk, ja, is Pogacar nog als eerste bovengekomen door Quaremont met zijn indrukwekkende demarrage. Ja, de Komo pakt toe. Ja, inderdaad, de Komo. Ik weet niet of allee, eigenlijk niet paar de Komo gepakt. Als ik erin heb de Komo gepakt, maar Pogacar was zijn rem kwijt. Gevallen na 25 kilometer. Die had kunnen uploaden. Ja, die is gevallen in Sint-Niklaas en Leon van Bon had de SRM meter. Ja. Ja. Dus hij had de ronde nog mogen winnen. If it's not on Strava, it didn't happen. Dus. Nee. Kom maar goed op de vierde plaats. En dan ja, na de pater, het moment van Dylan van Baarle natuurlijk. Hè, ja, waar dat je daar straks al een keer over had gereden. Fred Wright. De reden waarom dat Dylan dat moment ook kan uitkiezen was, wat ik wel een opmerkelijk detail vond in die fase van de koers, daar was maar één ploeg die daar meer dan één coureur had op dat moment. Dat Ineos, waren, hè. En oplopers, denk ik. En ze waren met drie mee. Ja, Ineos had Pitcock en Turner mee. Pitcock, ja. Turner en Van Baarle. Ja. En daarom dat Dylan van dat moment kon gebruikmaken. Omdat ze ook, ja... Het zijn allemaal kopmannen die daar zitten. Dus als je dan weet... als je dan reageert op iemand die drie pionnen mee heeft, dan zet hij met vuur aan het spelen. Omdat als dat de eerste is die ze vooruitschuiven en daarna gaat een tweede, dan kun je met die tweede niet mee en mist de slag. Dus daarom was dat wel een goed moment. En Fred Wright is eigenlijk aansluitend toch het volgende sleutelmoment. Want die rijdt gewoon weg van de beste op de Paterberg. Ja. En die rijdt gewoon naar... Dat was Tratnik, hè? Was dat Tratnik? Tratnik... Iedereen dacht dat dat Tratnik ja, was. Ja, van Nieuwkerk zaaide verwarring. Ja, hij heeft nog 6 keer gezegd dat Tratnik bij Dylan was. Maar ik had al gezien dat Wright was. Maar ja, van Nieuwkerk moet beter zijn huiswerk maken. Dat word ik in het midden laten. Nee, het was Tratnik die zo voelde reed op de Paterberg. En het was dan Dylan van Baarle en Fred Wright die wel samen waren gedemarreerd tussen Pater en Koppenberg. Ah, oké. En dan ja, maar had jij Fred Wright, had hem al een beetje in je vizier? Ay, hij staat. Toch. En, ik doe mee met een paar maten aan... We hebben samen een pronostiek voor het voorjaar. Allee, voor het voorjaar, voor de Tour, voor de Giro, voor Vuelta. Dat zijn allemaal aparte periodes. En we leggen €10 per jaar uit op de man in een pot. En wij kopen daar Win for Life mini rotjes mee van €1 het stuk. En elke periode kunnen ze een bepaald deel van die lotjes winnen. En we doen dat met de Pronosite, de wielerstrijd. En dan moeten 20 coureurs selecteren. En Fred Wright is een van mijn jokers in de wielerstrijd. Prijs kwaliteit had ik hem al opgemerkt. Is nog niet duur, omdat hem inderdaad nog niet veel... Maar ik denk nog maar 22 jaar is. Ja, 22. En, ik had al opgemerkt dat er wel degelijk iets in zit. In de omloop was hem ook goed, denk ik. Ja, denk 20ste. Ja. Ik had al gezien van, ja, dat is geen gewone smurf. En ja, het kostte echt belachelijk weinig. En ik zeg, dat is gewoon een dark horse voor hier of daar een dikke prijs te rijden. En Heinrich Hausler had tegen mij ook al gezegd dat hij redelijk goed ging binnenkomen van het jaar. Dat is een beetje inside information natuurlijk ook. Hè. Dat, En soms pakt dat slecht uit ook. Zo. Ja, over pronostiek gesproken... Ik had de kans om de trui van Quickstep te winnen met de handtekening op van alle renners. En ik had gepronosticeerd voor de ronde Pogacar, Pedersen, Madouas. En, dus ik ga de laatste kilometer in met gedacht, ja, ik win die een trui, want ja, wie heeft Madouas op 3? Ja. En ja, dan gebeurt die onwaarschijnlijk laatste kilometer, waar we zoiets terugkijken, maar... Ik dacht in eerste instantie, als Madouas aanging... Hij wint. Nee, ik dacht in eerste instantie, daar verprutste het voor het podium. Ah ja, ja. Omdat ik echt dacht dat Pogacar nog veel in de tank had zitten, maar ja, Pogacar verprutste het zelf. Hè. Ja. Ik vind dat echt proper van Mathieu, hoe dat hem zo cool weet te blijven. Want als je die sprint analyseert... als je met 2 naar de meet gaat, moet je traag rijden als je op kop rijdt. Ja. En zeker als ze van achteruit nog komen, dan is de koppositie eigenlijk de beste positie, omdat je dan met overzicht hebt. Goed, maar naar de ene kant kijken en dan is achter je. We gewoon zien dat je met je blinde kop niet naar daar rijdt. Maar dat is gewoon, ja, dat is een beetje kunde natuurlijk. Dat is een beetje inschatten, wat je weet van, ik moet naar daar of naar daar. Allee, ik moet niet te kort tegen de boord gaan rijden. Maar Mathieu, die kon gewoon achteruit kijken en je zag of dat Pogacar ging aanzetten... En of dat die mannen aan het korter komen waren in één oogopslag. En Pogacar die moest met Mathieu bezig zijn.
En daardoor kon hem nooit niet weten dat die mannen aan het komen waren. Want als die naar achter kijkt, en Mathieu kijkt dat hem naar achter kijkt, zet Mathieu aan. En die meters dat je dan pakt, in de start van die sprint, tegen een lage snelheid, die kun je nooit meer goed maken. Want in het wiel zitten in een sprint heeft alleen maar een groot voordeel als je een hoge snelheid hebt. Mm-hmm. Want dan gebruik je een draft. En als je traag rijdt, is er heel weinig draft, of slipstream, zeg maar. Ja. En dan is de lengte die je achter zit, een lengte die je moet goed maken. En die je eigenlijk gratis hebt als je op kop vertrekt. Ja, klopt. Maar ik dacht toch wel, ik vond het wel knap dat Madouas komt eigenlijk met snelheid van achter. En toch komt hij eigenlijk nooit tot voorbij Van der Poel zijn bracket. Dus hoe explosief dat Mathieu nog is na mijn neutralisatie bij 280 km koers. Ja, was knap inderdaad. Denk dat ik gezien heb wat zijn piekvermogen 1500 watt was nog of zo in de sprint. Ja, te zien van Christophe de Kee had het daar eens gedeeld. En ik denk dat hij nog iets voor 10 seconden, nog 1200 watt gemiddeld rijdt voor de. Voor de cijfergeeks is dat toch redelijk... na 280 kilometer vind ik dat toch redelijk impressionant. Ja, het zijn ook betere waardes dan in de sprint die hij verliest. Duidelijk betere waardes dan de sprint die hij verliest tegen Asgreen. Ja. En hij redt 15 seconden 1136 watt. Ja, die, okay. Laatste, die laatste aanzet. En dat is inderdaad wel redelijk impressionant om dan na... ja, wat is het? 7 uur bijna te doen, zeker. Ja, super. Super sterk natuurlijk, omdat voor de koers waar... Ik denk niet dat er daar veel mensen aan Van der Poel twijfelden, maar het was toch zoiets van... Oké, Pogacar heeft al echt een supergoede voorbereiding gehad, al veel kilometers gereden. Van der Poel zal ook veel kilometers gereden hebben op die stage waar hij zat. Maar je denkt dan toch nog in een koers van 7 uur, kom je misschien toch net dat laatste beetje te kort. Maar dat was blijkbaar duidelijk het geval niet. Hè? Hoe lang wist jij al, Dries, dat Van der Poel... top ging zijn voor de Ronde van Vlaanderen? Nou, niemand wist dat. Dus, ik denk dat Adrie, papa van Mathieu, de juiste analyse maakte achteraf. Het is een gouden zet geweest om tegen zijn goesting Milan-Sanremo te gaan rijden. Of tegen zijn goesting te vertrekken naar Milan-Sanremo, ik zal het zo zeggen. Ze hebben Mathieu 2 dagen voor de start van Sanremo gebeld met het idee van, zeg... Ja. Gianni Vermeers is ziek, we zoeken een invaller. Wat denkt hij? En hij had juist 4 uur getraind met mijn intervals. En hij was eigenlijk... Ja, hij was eigenlijk kapot moe. En hij dacht, man, moet ik morgen de vlieger op naar Italië? En hij zag dat hij in eerste instantie niet zitten en ze hebben hem moeten overhalen. Maar achteraf gezien is dat onder die omstandigheden... Het was een hele dag rugwind, het was goed weer... Dat was eigenlijk een heel mooie training. Dat was een LSD-training van 7 uur, met op het einde een finale. Een blokje. Ja, serieus blokje. maar dat zorgt wel voor een extra prikkel die je meeneemt richting de ronde natuurlijk. En zeker als je nog geen koersritme hebt opgedaan. Het geeft eigenlijk 6 uur tijd in Milan-Sanremo om in de koers te komen. En in de eerste 6 uur doen ze geen pijn, alles behalve. Filippo Ganna had 60 watt de eerste zoveel kilometer. Ik durf niet meer zeggen hoeveel dat was, maar het was belachelijk weinig door de rugwind. En, ja. Dat wil ook gewoon zeggen dat u niet pijn doet en dat je dat wel kunt, die koers. En ja, dat toont ook gewoon dat Mathieu een hele grote inhoud heeft natuurlijk. Hè. Ja. Maar daar ligt denk ik de sleutel ook om in de ronde dan net... dat extra nog te hebben in de finale. Omdat je de inspanning van die duur daar toch al gedaan hebt. En dat je de finale alles gevoeld hebt na een duur van 6,5 uur koers. En had hem dat niet gedaan, dan moet hij misschien net wel lossen op de pater als hij daar even dat foutje maakt in het gootje. Ja. Want dat vind ik wel straf, hoe dat hem er daar terug dat corrigeert. Pogacar was eigenlijk aan het versnellen. En hij gaat naar dat gootje, omdat dat beter bolt. En hij dacht, daar kan ik die versnelling beter opvangen. Maar hij sukkelt er half naast en hij maakt dan de beslissing om terug op de kassei te komen. En je ziet dat hem eigenlijk zijn momentum volledig kwijt is. En, dus hij moet eigenlijk versnellen om terug naar het wiel te gaan. En als in die inspanning op dat moment van de koers, dat is eigenlijk straffer dan de demarrage van Pogacar zelf. Want je zit al in de inspanning en daar moet het dan een keer gaan versnellen op de kassei om dat momentum terug te vinden. Want je ziet dat zijn cadans volledig weg was. Ja, zag dat duidelijk. En dat was voor mij ook wel het teken dat zijn rug terug beter is. Want dat komt echt 100% uit die onderrug, hè, wat hij daar doet. En stoepen uit de rug. Ik dacht daar even dat hij eraf ging zijn.
Want... op het moment dat hij naar dat gootje gaat, ja, dan denkt de 2-3 meter, het beeld dat we al meermaals gezien hebben, de pater, ja, het is zover. Maar dan toch gaat het, rijdt hij er terug naartoe. Dus, ja, dan... hey, want hij was wel toch al een tiental kilometer toch ook echt zijn gezicht getrokken. Ja, maar dan, als een briesje er zijn neus gaat. En als hij dat doet, dan is het niet goed. Dat is echt waar. Dus, er zijn er nog die dat zeggen, maar dat is wel zo. Je ziet dat aan zijn houding, aan zijn... Ja, Wout zegt het altijd, en, hè, met zijn neus. Als Mathieu zijn stuur ook in zijn gidon pakt van onder en zijn polsjes hangen naar binnen en hij hangt ontspannen door zijn schouders. Ik heb dat ook voor... Ze zeggen dat tegen mij ook als ik... Ja. Als ze naar mijn koers aan het kijken zijn, kunnen ze al zeggen of dat ik overschot heb of niet. En eigenlijk is dat niet zo goed natuurlijk, want de tegenstanders kunnen dat dan ook als u kent. Dus ik zou moeten leren om als ik aan blok zit ook zo op mijn fiets te zitten, ja, dat ze het niet kunnen zien. Hebben we het nu gezegd in de podcast ook. Maar Mathieu zag dat dus ook, dat hij... Allee, ik zag dat toch, dat hij goed was. En dat zag ik ook aan de manier waarop dat hij de laatste keer de kwarm mond opreed in het wiel van Pogacar. Die reed zo kort op dat wiel, die heeft 2 correcties moeten doen, omdat ja, Pogacar, als je op de kassei rijdt, ga ik even van links naar rechts... En als je, die reed zo kort op het wiel dat hij 2 of 3 keer het achterwiel heeft moeten aanraken van Pogacar en moet sturen heeft om recht te blijven. Ook net voor de vod van de laatste kilometer. Dat hij bijna achter het achterwiel van Pogacar, omdat hij er zo kort op zat. Als je daar nog de energie en de focus voor hebt om zo kort op het wiel te rijden, en zeker op de kassei, dan het overschot. Ja. Anders doe je dat niet. Ik zag vandaag ook een foto passeren van zijn eetschema. Heb jij dat ook, Dries? Een eetschema. Ah, ja, maar voor tijdens de koers bedoelde. Ja, voor ja, ja. Ah, ja, de sticker, de beruchte sticker op het stuur. Ja, ja, tuurlijk. Dat is performance-wise iets dat we hebben geïntroduceerd in de ploeg, zeg maar. Om het allemaal een beetje overzichtelijk te maken. En omdat dat ook wel heel, heel, heel belangrijk is en cruciaal is, zeker in zo'n koersen. De intake van de carb, zeg maar, van de koolhydraten, op welk moment dat gebeurt. En die sticker helpt u ook gewoon om te weten wanneer dat je wat moet eten. En dat is een beetje een geheugensteun voor... Als je daarop kunt concentreren tijdens de koers, moet je ook niet, alleen moet je verder niet te veel nadenken over je eten. En is dat voor u al daarover nagedacht en jij moet dat gewoon uitvoeren. En dan, dat pakt wel een heel pak stress weg eigenlijk. En vroeger was het 60 gram carbs de norm. Dan is dat naar 90 gegaan. Nu spreken ze over... Over 100. Over 100, 120 bij Jumbo. Ja, maar dat hangt ook een beetje af van je lichaamsgewicht. Hè. Hoe zwaarder dat je weegt, natuurlijk. Ja. Dat is een beetje een wattage per kilo. Hè. Hoe meer dat je weegt, hoe meer dat je lichaam kan consumeren ook. En hoe meer energie dat je lichaam nodig heeft, uiteraard. Dus, qua intake, wat probeert jij na te streven? Wat kan je lichaam aan? Of, Wel, dat is ook iets dat je moet trainen, eigenlijk. Ja. Dat is iets dat nog een beetje nieuw is, zeker voor de buitenstaanders in het wielrennen. Alleen die het niet van zo kort bijvolgen. Mm-hmm. En... dat is iets dat wij op stage al mee bezig zijn en dat is gut training. En dat is leren onder zware inspanningen toch die 100 gram koolhydraten te kunnen verteerd krijgen in je maag. Want als je je maag volsteekt met 100 gram koolhydraten op een uur, dan vraagt die ook bloed. Ja. En als die daar niet op... Er zijn effectief renners die dat niet kunnen. En sommige renners bij ons in de ploeg die gaan bijvoorbeeld maar voor 70 of 80 gram, omdat we weten, daar ligt de limiet. En als die erover gaan, dan gaan die maagproblemen krijgen en dan verziekt de koers op die manier. Ja. Dus die moeten dat dan op een andere manier gaan opvangen door meer ervoor of te bufferen, zeg maar. Ja. Maar het heeft dus ook geen zin als jij maar 80 gram per uur kunt verwerken en je weet dat van jezelf, van dan toch te gaan proberen van 100 gram te pakken, want dan loopt het tegen de muur met je maag en dan zit je verder van huis natuurlijk. En dat stickertje op de stuurpen, zijn Gulden de enigste dat doet of zijn er nog ploegen? Durf ik niet zeggen. Ik ga er vanuit dat wij niet de enige zijn, maar ja, bij ons was het gewoon, we steken het ook niet weg. Hè. We hebben een mooie stuurpen van de mooie canyonfietsen, die is heel breed en je ziet dat daarop. Dat is ook gemakkelijk daarvoor, omdat dat plat is. Ja. En zeer gebruiksvriendelijk op die manier. Maar dat is gewoon een gemakkelijk systeem. Ik zeg het, daar is over nagedacht. En welke koolhydraten in welke toestand en vloeien vloeibaar of vast, dat je dan moet eten op elk moment. Daar zit een idee achter. En vroeger moest je daar als coureur zelf over nadenken. En nu is dat plan zo uitgedokterd. Ook rekening houdend met het parcours, wanneer dat die momenten zijn dat je goed kunt eten. Ja, inderdaad. Of cafeïne bijnemen of zo. Ja. Daar is allemaal over nagedacht. En daar kruipt ook heel veel werk in. Dus dat is dan de nut af voor onze performance staff, die daar echt goed mee bezig is. En dat zorgt ervoor dat wij die stress ook kunnen vergeten. En we kunnen dan op andere dingen focussen. Hè. Ja,
Klopt, inderdaad. Dat is belangrijk dat je op voorhand dat plan vaststaat en dat je die gewoon eigenlijk die vinkjes moet inkleuren of afvinken. Maar ik denk dat de andere ploegen daar ook wel, Jumbo, ik denk dat de meeste ploegen er wel ergens mee zullen bezig zijn. Tuurlijk. De dag van vandaag. En om dan eigenlijk een beetje naar het einde van de ronde toe te gaan, met welk gevoel zijn jij de laatste kilometer in gaan? Allee, als je voor tv zat, durfde het uitspreken van de pool gaan winnen? Ik ging de laatste kilometer in en Mathieu liet de snelheid goed zakken en ik dacht, of ik hoopte dat Pogacar niet naar de kop ging gaan. Ja. Allee, dan had Mathieu ook kunnen winnen. Maar ik vond dat een veel betere situatie voor Mathieu om op kop te vertrekken. En zeker tegen Pogacar, omdat hij dan zelf zijn moment kon kiezen. En als je zelf je moment kiest in de sprint, zit altijd in het voordeel. Zeker als je zo'n type bent als Mathieu, die een hele sterke aanzet heeft. Ja. Het verwonderde mij dan wel, als hem al aanzette. Hij zet er eigenlijk in twee keer aan. Hè. Hij had nog heel even zijn benenstoel, denk ik, omdat hij de eerste keer bijschakelt. Op 250 gaat hem aan. En ik vond dat wel ver van die lage snelheid, omdat het dan echt een hele lange sprint wordt. Ja. Maar ja, die mannen die dan terugkomen waren ook aan blok aan het rijden. En die hadden maar één kans en dat was dat die gingen twijfelen, hè, die twee. En dat gebeurt niet. Ja, alleen bij Pogacar, omdat hij ze niet zien komen heeft. Maar toen ze de laatste kilometer in gingen, was ik eigenlijk al redelijk gerust. Ja. Voor mij kon er niet veel meer fout lopen. Voor mij was een ander scenario als met Asgreen, want toen dacht ik wel, hij moet echt zien dat hij die niet onderschat, want dat is, ja dat is een valse trage. Allee. Ja. En dat was toch een ander gevoel nu. Ik was wel benieuwd naar wat er nog ging opzitten bij Pogacar. En dat is heel spijtig dat we dat nu niet kunnen zien. Ja, want het wordt dan eigenlijk ook wel een chaotische sprint. Voor hetzelfde geld heeft Van der Poel ook zoiets voor. Maar is misschien wel slim. Of heeft dat misschien wel zien aankomen dat gevaar was. Ja, als ze zeiden ook voorhand van Pogacar is ook rap. Maar dat is ook relatief natuurlijk, hè, want dat is een ander type coureur. En hij heeft inderdaad al veel sprints gewonnen, Pogacar. Maar dat is ook altijd in een groepje. Met type coureurs die... Hetzelfde dat is een ander type coureurs dan Mathieu van der Poel, bijvoorbeeld. Dat is een vlakke sprint, dus. Ja, een vlakke sprint. Maar ook coureurs van een ander gewichtklasse, zeg maar. Ja. Mathieu weegt dan 4,75 kilo, denk ik nu. En dan heb je ook gewoon letterlijk meer gewicht in de schaal te werpen dan iemand van 65 of minder, hè. Ja. Dus zelfs al loopt de Minderbroederstraat een beetje bergop, daar heb je geen voordeel aan, dan die kilo's die je minder meesleurt. Hij valt dat wel, spijtig genoeg, net naast het podium. Dat is wel spijtig voor... Hij had het wel verdiend voor oftewel één of twee te zijn. Hij had het zeker verdiend, maar hij kan alleen maar zichzelf verwijten. Ja, want ik heb vandaag een filmpje gezien dat hij een beetje kwaad was tegen Dylan van Baarle. Maar dan eigenlijk op het interview... Allee, kwaad, ja... Hij was vooral gefrustreerd. Gefrustreerd, inderdaad, op het moment zelf. En hij doet zo'n soort wegwerpgebaar. Maar ik denk niet dat naar iemand persoonlijk is. Het was eerder zo van, allee, wat komt de gullen hier nu nog doen? De koers was al beslist. En dat is een heel natuurlijke opwelling in die moment, omdat hij voelt op dat moment dat hij precies zijn kansen niet kunnen verdedigen heeft. Ja. Maar dat heeft hem natuurlijk alleen maar aan zichzelf te wijten, omdat ze die... Of aan Mathieu, ja. Als ze op iemand boos moet zijn, is het op Mathieu, want die heeft de snelheid laten zakken en ervoor gezorgd dat die twee terugkwamen. En hij kruipt ook gelijk tussen dat gat waar hij wist dat hij niet meer door kan. Maar ik zag een filmpje dat hij Van Baarle nog ging gaan opzoeken na de finish om kort zijn ongenoegen te uiten. Maar ik denk dat de kans ook wel redelijk groot is dat hij s'avonds nog een berichtje heeft gestuurd van... Ja, want op de bus, dit ruw aan zijn bus, een half uur na de koers, was al van... Ja, het is mijn eigen fout. En ik denk dat we het allemaal wel herkennen, die eerste frustratie naar de koers. Moet wel zijn dat het de ouders, de vriendin of de ploegmaats, ik weet niet wie, dat even moet bekopen. En dan een half uur later zei hij ook van, het was misschien wel mijn eigen fout. Wat is dat? We kennen het allemaal. Hè. Na de koers is er altijd maar één gelukkig. En meestal zijn al die anderen kwaad. Goh, ik denk dat Madouas ook gelukkig was. Ja. En Van Baarle ook. Het waren de drie gelukkig. Ja, maar als je gewoon al zo ziet naar een juniorenkoers of zo, hoeveel man dat er kwaad is. Ik heb ook al een paar keer mijn stuur in twee geslagen. Allee, figuurlijk dan. Madouas derde, Pogacar vierde, Dylan Teuns zesde. Toch allemaal klimmers. De mannen eigenlijk van Luik en die misschien nu toch iets meer in de Ronde van Vlaanderen... iets dichter komen dan de afgelopen jaren. Misschien is het gewoon omdat ze ook meer naar dat voorjaar komen, omdat ze gezien hebben van Alaphilippe, van
een Pogacar dat ook wel, ja, gaat. Ja, ze hebben iets meer voorbeelden gehad, inderdaad. Hè. In de recente verleden van Bonen en Cancellara, zeg maar, was dat zo meer de trend dat je echt kostuum moest zijn voor dat Vlaamse voorjaar. Maar ik denk dat dat eigenlijk een beetje avant la lettre, Bettini, ja, het schoonste voorbeeld was dat dat niet hoefde te zijn. Nee. Want er hebben er weinig dat voorbeeld gevolgd tot Alaphilippe dus. En dat ze daarmee gezien hebben van, ah ja, oké, het kan. En dat is inderdaad... maar als je veel talent hebt om in Luik goed te zijn in een koers van die in een afstand, dan is er eigenlijk in de Vlaamse voorjaarskoersen maar één of twee factoren die meespelen of dat je daar ook prijs kunt rijden of niet. En dat is positionering en een goede ploeg hebben. En ik denk dat ze bij FDG een goede ploeg hebben. En dat is dat, als je daar met twee man in de top 10 eindigt in zo'n klassieker, ja, toch wel de koers van het Vlaamse voorjaar, dan zijn we bij de betere ploegen. Hè. Ja, ik had het vorige week in de podcast ook al aangehaald dat ik ze zeer sterk vond in E3-prijs in 92, met dan Madouas, Kung, Lejac, Genietz, echt goede coureurs die echt niet op de voorposten komen. Maar daarnaast was Bahrein ook supersterk. En die hebben de Ronde van Vlaanderen de week ervoor samen in een huis gezeten. Ik weet niet of je daar iets van hebt opgevangen, Dries. Nee, dat heb ik gemist. Ik had al zoiets gezien, want ik werk in Kortrijk. En naast mijn kantoor is het Parkhotel. En daar was Astana met een bus. En ik had daar ook gewoon een auto van Bahrein zien staan. Ik zeg, allee, ja, Bahrein, logeren die hier. Maar achteraf ben ik dus te weten gekomen, dat was dus de staf dat in het Parkhotel. En de coureur had een soort... de staf had voor de coureur een soort villa gehuurd. Vlak in het, ook in het Kortrijkse. Zodat eigenlijk de coureur een soort jeugdbeweging-kamp feeling hadden. Ik baseren op Housers en Instagram, nu dat je het zegt. Ja, ik weet het. Ja, Zijn daar ook een Rocket Express staan? Speciale voorbereiding, maar... belangrijk. Want het heeft toch een vrucht afgeworpen, hè? Ja, zeker. Ik denk dat Dylan eigenlijk een beetje, zoals hij zelf aangaf, een beetje het laat schieten op de Koppenberg. Mm-hmm. Als je ziet hoe sterk dat hij nog terugkomt in de finale, dan is het echt spijtig dat hij daar te ver zat, volgens zijn eigen analyse dan. Want als je, je weet ook gewoon dat je daar... ik denk dat Karel het ook zei na de... Dat was dan een hele juiste analyse van Karel van Nieuwkerk. Ja, ik moet hier de mensen verdedigen, want Philip breekt hem af. Daan, hè, voor de duidelijkheid. Nee, maar dat vond ik een juiste analyse, want je weet dat dat een van de beslissende sleutelpunten is van de ronde altijd. En als je er dan in slaagt om daar te ver op te draaien, dan kun je eigenlijk halverwege de Koppenberg, als je daar nog geen inspanning geplaatst hebt, al beslissen dat je ronde erop zit. Hè. Dus ja. Ja, Bahrein, hè, supersterk. Dus zesde met Teuns. Zesde. Ja, dan Fred Wright, achtste zeker. En Tratnik, 12. Dus ook drie man in deze 12. Ja, het collectief inderdaad zeker niet gefaald. Ik denk dat we de ronde kunnen afsluiten, hè, jongens. Geslaagde editie. Misschien, zeker voor ons. Ja, zeker en vast. Misschien moeten we een keer, dat we een intro hebben gezegd, een beetje inzoomen op uw carrière en het begin ervan dan eigenlijk. En dan overlopen we kort hoe dat die carrière al wat verlopen is eigenlijk. We hebben gezegd, een relatief atypisch parcours. Misschien in de huidige tijdsgeest dat het atypisch is, maar vrij laat begonnen met koersen. En dan vrij laat, iets later prof geworden ook. Kunnen we dan juist een keer uitleggen hoe je eigenlijk dan tot prof bent geworden? Maar als je mijn situatie met mijn situatie vergelijkt, op die leeftijd nog prof worden, dan moet je ook echt de juiste lotjes trekken. Want hoe oud waren als je prof werd? 25, denk ik. Ja, okay. 26 zelfs. Ja. Wacht, hè. Ik was 23... 26. Ja. Dus dat is eigenlijk echt laat, hè. Ja. Ik was eigenlijk al ontbolsterd net voordat ik mijn accident heb gehad in 2014. Ik reed toen voor het Continentale Joost om te winnen. Je zit dan zwaar gevallen in Tour de Vendée, was dat zeker? Ja. Maar ik had eigenlijk een heel goed seizoen gereden tot dan toe, want ik had dan al 9 keer gewonnen.
En ja, ik had mijn neus echt aan het venster gestoken. Want ja, klopte dan Gianni Meersman in Herpenmeere. Ik kon in huis de koersen, mijn eerste profkoers. En dan 2 weken daarna won ik dan in Herpenmeere tegen Gianni Meersman. Ik kon dan solo de Liedekerkse Pijl. Ik had nog nooit een koers solo gewonnen, maar met een echt voorsprong. En begon echt consistent te worden in het winnen ook. Want ik won in de zomer, in de Ronde van Brabant, won ik pas mijn tweede koers van dat jaar. Dat was eind juli pas. Dus ik moest toen nog tot op 2 maanden tijd heb ik eigenlijk 8 koersen gewonnen. En dat was wel... Ik heb toen echt op een korte tijd echt geleerd hoe dat ik moest winnen. Dankzij een preek van Willy Terling, die me met de grond gelijk gemaakt had nadat ik tweede was geworden in het tijdklassement van diezelfde Ronde van Brabant. Ja. En ik verstond dat niet, want dat was de beste prestatie uit mijn carrière tot dan toe. Maar dan met hem doorgepraat daarover en achteraf ook geanalyseerd en tot de conclusie gekomen dat als ik had geluisterd naar alles wat hij mij gezegd had, dat ik de koers gewoon had gewonnen en die verloren met 5 seconden. En ik moest hem daarin gelijk geven en dan is er een beetje een klik ontstaan daarna in mijn kop en ik begon ineens te winnen, te winnen, te winnen. Ja. En het zag er eigenlijk naar uit dat ik dan het jaar nadien al prof ging worden. Maar inderdaad, toen begin oktober kwam ik dan te vallen in de Vendée. Dat is ook een 1.1-wedstrijd, een beetje vergelijkbaar van niveau met... Ja, pakweg... handzame Classic of zo. De 1.1-wedstrijden hier, Montserrat, maar dan in Frankrijk. Ja. En ik had een beetje geluk, een beetje veel geluk, met de medische omkadering daar op de koers. Want ja, ik ben eigenlijk heel snel afgevoerd geweest naar het ziekenhuis en dat heeft wel mijn leven gered, denk ik. En ben ik gewoon stomweg door een klapband in een afdaling tegen de gevel van een huis terechtgekomen en met mijn hoofd. En ik had eigenlijk bijzonder weinig fysieke averij, behalve dan aan mijn hoofd. Ja. En ik had een tweevoudige schedelbreuk en een hersentrauma eraan overgehouden. En ze hebben mij daar ter plekke moeten stabiliseren. En dan hebben ze mij inderdaad heel snel kunnen afvoeren naar het Universitair Ziekenhuis van Nantes. En de snelheid waarmee dat allemaal gebeurd is, is heel bepalend geweest in hoe dat ik uit dat ongeval ben uitgekomen. Ja, want eigenlijk had u uw neus zeker al aan het venster gestoken, maar je wordt eigenlijk prof na zo'n zware val. Sommigen zouden misschien zeggen van ja, we weten niet of we ooit nog 100%, 100% als topsporter is ook niet legt de lat ook niet gelijk als iemand als een normale mens. Dat had tegen mij gezegd ook na het accident van ja, dat was dus 2014, ja. Het jaar zat er dan op uiteindelijk. Ze hadden gezegd ook van 2015 koersen, denk er niet aan, want het gaat vroeg komen, hè. We gaan u eerst terug als mens laten functioneren in de maatschappij en dan koersen denken, ja, we gaan het dan wel zien als het zover is, maar dat zal eerder voor 2016 zijn. En vandaar dat ik ook zei dat je een beetje de juiste lotjes moet trekken. Ja. Op die leeftijd zeker, want ja, ik werd toen 24. En het zijn niet veel ploegen die u dan nog kansen willen geven. Ja. En eigenlijk was ik met 7 ploegen in onderhandeling voor dat jaar, voor 2015 dan. En na dat ongeval is er maar 1 iemand die met mij in contact is gebleven en dat is die van de Schamfelaar van toenmalige Verandas Willems. Ja. En eigenlijk heb ik daaraan ook de start of de heropstart van mijn carrière te danken. Die heeft mij mijn contract laten tekenen in het UZ van Gent. Ik was daar nog aan het revalideren. Die zei tegen mij gewoon, ja kijk, ik zie het vuur in je ogen en ik weet dat je gaat terugkomen of ik geloof daarin. En van mij moet jij in 2015 nog niks laten zien. Maar ik wil je nu al de kans geven om in 2016 terug echt coureur te zijn die je waard voor je ongeval. Ja. En dat was onder het continentale niveau ook, dus dat was eigenlijk ook geen stap achteruit. Wat dat voor mij, en het geloof van hem in mij, dat sterkte mij ook in het feit dat ik er terug zou staan. Dat was wel een mooie motivatie. Een medisch mirakel ook verricht, want de dokter die geloofde dat ook eerst niet. Maar in 2015, tweede koersweekend in Brussel-Zeppelen, stond ik al terug op het podium. Van een comeback gesproken. Als ze dan eerst tegen u zeggen, ja, 2015 gaan in koersen en dan in maart staan op het podium in Brussel-Zeppelen, dan trekt het zelf ook wel een keer over. Maar ik ben dan daar 2 jaar kunnen blijven. En in 2016 was dan mijn echte doorbraak, zeg maar, na mijn ongeval. Omdat ik daar Jens Keukleire klop. In Hallen, in Gooihem de eerste keer. Man tegen man, tegen Jens Keukleire, ja. Ik heb vandaag nog eens de beelden daar bekeken. Het was wel indrukwekkend, hè. Ja, weggereden van een kopgroepje met De Volder. Jelle van Enders zat er ook bij. En dan samen Edward met Keukeleire. Ja, Edward Tunes. En wat dan mij vooral opviel,
Het was Dine Marijn Kastrijn, gaf commentaar. En die was echt al. Die was eerst al aan het zeggen, toen je met 6 weg werd, gaan de Bond toch al minstens 6e. Goed. Met Kevin De Weert was dat juist. Ja, maar... Ja, ze waren er inderdaad over eens dat het al een mooie prestatie was dat ik daar niet op zou krijgen. En dan reek ik mijn keukleren weg en dan dacht ze, ja, tweede, dat is echt... Dat is tweede voor de Bond. En dan, ja, inderdaad, als ik dan effectief won, dan was de... Want ja, Jens Keukleren, zeker hè, die jaren, was echt wel een van de betere mannen in de klassiekers. Ik denk dat 2016 of misschien is 2017 het jaar was dat hij met Van Avermaet en FM. Dus ja, was dat periode dat Jens Keukleren zeker dik in orde was. En al, ja, dus reed toen voor Orica en jij voor een continentaal team. Ja, ik was de kleinste ploeg die er aan de start stond. Hij zat toen, ter gelegenheid zat hij in de nationale selectie toen. Ja. Omdat ze sommige waterploegen hebben richting het BK dan geen voorbereidingskoers meer. En al in Goijem is altijd de laatste koers voor het BK dan op woensdag. En de Bond had dan beslist dat de mannen die... Ja, in de World Tour zaten en die geen koers konden rijden, dan onder de nationale trein mochten uitkomen. Met Oliver Naassen, Edward Teuns, Jens, Jasper Stuyven zat er onder andere ook bij. Dus dat was wel een mooie hoopje coureurs dat ze hadden samengevoegd. Dat was daar echt los de beste ploeg aan de start. En, maar ja, die mannen waren natuurlijk ook niet zo ingespeeld op elkaar. Die reden misschien niet super als ploeg. Ja, op zich was dat ook wel... Allee, Edward Teuns beschouwde zichzelf terecht ook denk ik wel het snelste van die groep met 6. Ja. En als Jens dan demareert met mij, dan denk ik dat zoals de commentatoren ook iedereen ervan uitging dat Jens mij erop ging leggen in de sprint. Net zoals ik zelf. Want op 2 kilometer van de meting in Goijem gaat het even omhoog nog. En toen weet ik nog dat ik dacht, als ik op kop reed, of ik had overgepakt de laatste keer, en ik dacht, als het hier nu van achter mij had poeft, dan is het over. Hè. Dus ik was echt aan het binden op dat moment dat hij niet ging demareren, want ik zat al volledig tegen mijn limiet. En eigenlijk doet hij zichzelf een das om door mij de kop op te dringen in de laatste kilometer. Want dat heeft ervoor gezorgd dat mijn hartslag van 186 terug is kunnen zakken naar 172. Wat dat mij eigenlijk een speling van 22 slagen geeft om in die sprint nog naar 194 door te stijgen. En als hij mij zo op blok had laten zitten bij het aanvangen van de sprint, dan had ik niks kunnen doen. En ja. Door mij de kop op te dringen daar, heb ik het tempo kunnen bepalen in die laatste kilometer. En door zo veel te vertragen was ik eigenlijk... Ja, je bent niet volledig herzet, maar je bent natuurlijk voor een groot deel terug hersteld. Of je begint aan een veel lagere hartslag aan die sprint, waardoor dat ik nog veel meer zo in de benen had zitten dan... dan gepland. Ik geloofde pas dat ik de koers kon winnen ook als Jens aanzette op 230 meter van de meet. Die kwam erover en ik reageerde en ik zag dat ik niet uit wiel moest. En ik kwam korter naar de achterwiel en toen besliste ik dat ik de koers ging winnen. Ja. Als coureur voelde dat moment van, ja, ik heb hem. Ja. Dat moment dat je erover... Ik kwam erover en ik was eigenlijk al zeker op 50 van de meet. En ik had kunnen met mijn handen in de lucht over de meet rijden, dan was hem op een wiel gestrand. Maar nu, ik zag dat hem bleef aandringen en dan heb ik mijn guidon nog eens vastgepakt en nog eens gejumpt eigenlijk. Omdat ik ook niet... Allee, ik wou het niet voor hebben dat ik mijn handen te vroeg in de lucht stak. Gewoon. Ja, 2 jaar na uw zware val, direct hal in Goijem was... Ja. Al echt sterkste man in koers was wel eigenlijk om over die val nog even terug te komen. Nee, Jens was de sterkste in die koers. Het was overduidelijk. Ah, oké. Okay. Ja, maar... ja. Ik zeg het. Okay. Als hem dat goed had gedaan, of anders had gedaan, zeg maar, dan had hem die koers altijd gewonnen. Maar ja, om daar nog eens op terug te komen, wat ik wou zeggen met die juiste lotjes trekken, ik zat daar in die structuur van dat continentale Verandas Willems dan. En dat was niet het enige mooie dat we dat jaar hebben laten zien. En Timothy de Kool wint dan tegen Gaviria daar in Kooskamp. En, ja, die wint 28 koersen of zo? Nee, samen winnen we 28 koersen. Ah, oké. Okay, Hij wint er 16 en ik win er 14. Ja, want dat was dat jaar ook discussie dat we naar 2K in Qatar moest, ja, klopt. Maar ja... dus om maar te zeggen dat ik niet de enige was in die ploeg die daar goed functioneerde. Wij waren allemaal... trouwens, het jaar ervoor ook, 2015, was dat eigenlijk al begonnen. Dan wordt Gaëtan Bildaar derde in de Ronde van België als continentale ploeg. Dat was echt impressionant. En tussen al die grote coureurs. En dat Stramini is eigenlijk doorgetrokken in 2016. En dan is daar gewoon, zijn er extra sponsors aan boord gesprongen om dat project te laten groeien en om de stap te zetten naar het pro-continentaal niveau. En dat was die van de Schamflaren die dan aan de wieg stond van dat project. En, en,
En dat was wel mooi dat dat dan gelukt is. En dat was dan met de hulp van Nick Nuijzen, omdat Wout van Aert er dan bij kwam. Was Kirillan dan mee in dat project gestapt en zaten we zo met een fusie van twee grote sponsors die ervoor zorgden dat dat Procontinental kon worden. En ik kon eigenlijk gewoon mee in dat project stappen. Ik was een van de eerste coureurs uiteraard, waarvan dat ze hoopten dat hem direct ging tekenen natuurlijk. Ja. Maar dat zorgde, die situatie deed zich voor en dat is ook wel een geluk voor mij. Dat ik de juiste moment op de juiste plaats en de juiste ploeg. Ja. Ja. Je stond dan mee direct eigenlijk aan de eerste voorjaarsklassiekers van Wout van Aert. Had je dat direct door van wat dat hij nu heeft bereikt, dat hij dat toen al ging doen? Dat was... maar van Mathieu dacht ook niemand dat dat zo extreem ging worden. Hè. Ja. Allee, dat is... je wist dat dat talenten waren en dat dat coming man... Die waren een beetje de coming man, maar... Ja, die hebben elkaar ook sterker gemaakt. En het feit dat dat bij de ene en de andere lukte, is dat een beetje beginnen hypen en maar niemand had dat verwacht dat als ze dat eerste stappen op de weg zetten, dat dat zo extreem ging zijn. Hè. Dat zijn crossers, zo gezegd, die op de weg zijn komen proberen te komen rijden. En ja. Het is wel anders uitgepakt dan dat als de meeste dachten. Hè. Ja, want direct in dat eerste over, dat de Van Aert die rijdt toch top 15 in zowel de omloop, de ronde, Roubaix. Ja, klopt. En jij allemaal, jij hebt toen al het ploegmaat van hem, hè? Ja. Ik was er ook bij in Roubaix, inderdaad. Het was een 12 of zo, denk ik. Maar ja, dat is... Dat was toen al duidelijk van ja... Dat zijn de eerste stapjes. Ze zijn er hier nog niet klaar mee. Hè. Ja. Dat gecombineerd met het feit dat we dan een probleempje zaten toen in de ploeg met dat materiaal. Ja. Dat toch echt wel een remmende factor was op de prestaties. Dat ze pas achteraf ook naar een heel jaar op gezocht wat dat probleem was. En was het probleem exact dan? Dus we zaten met die veldfietsen en dat was een nieuw model. Dat ze dan uitgebracht. We dachten eerst dat het probleem met de rem lag onderaan. Die zat onderaan het frame. En dat was eigenlijk een probleem dat erbij kwam, omdat het onderliggende probleem was eigenlijk dat de wielbasis van die fiets te lang was. En Tim Merlier is erachter gekomen. Die had dat toen ook trouwens bij Veranda's. Ja, klopt. Mekaar teruggevonden bij Corendon. Ja, en omdat die wielbasis van die fiets zo lang is, verliest die heel veel stijfheid. En dus wattages dat je gebruikt of produceert om die fiets te plooien in de lengte, omdat die een beetje zwiept, omdat die zo lang is, zoals een camion eigenlijk, die verliest eigenlijk in snelheid. Hè. Die wattage die je gebruikt om je frame te plooien, gebruik je niet om vooruit te gaan. Ja. En eigenlijk heeft dat heel lang geduurd voordat we wisten wat dat probleem was. En hebben we pas op het einde van het seizoen overgeschakeld op een ouder model van die veldfietsen, waarbij dat probleem zich dus niet voordeed. En dan zijn we terug echt beginnen presteren. Hè. Het heeft bij mij ook geduurd tot dan, voordat ik een koers won en voordat ik echt resultaten reed. Terug. Ik heb vanaf de Ronde van België dan op zo'n frame mogen rijden en ik begon terug echt te presteren. En dat was wel plezant. En wanneer heb je dan beslist om uw contract dan te tekenen bij Corendon? Ja, dat is het verhaal verder van die lotjes. Hè. Dat komt op je pad. En eigenlijk was dat een risico, want dat was ook weer een nieuw project. Die mannen waren ook continentaal, de Roodhoofds. En die gingen ook pro-continentaal gaan met Mathieu, omdat ze ook het gevoel hadden dat ze niet meer konden achterblijven. En terecht. En ik stuurde zelf naar Christophe uit interesse hoe dat met zijn project was. En die beantwoordde mij een bericht met het feit dat hem zelf ook al aan mij had gedacht. Dus dat was eigenlijk zo iemand... Ja, de ene ging de andere sturen op een kwestie van... Dat was een kwestie van tijd. En we waren alle twee geïnteresseerd in elkaar eigenlijk. Dus dat was een heel gemakkelijk gesprek. Ja. En het feit dat er heel veel onzekerheid was rond het vertrek van Wout van Aert en het voorbestaan van de ploeg en onder welke vorm. Ja. En het feit dat ik er met Nick Nuijens dan niet volledig uit was geraakt over de financiële voorwaarden van het voorstel dat hij mij wou doen. Ik was daar gewoon niet tevreden mee. Ik heb hem dat ook gezegd en hij heeft dat gerespecteerd. Dat mooi was. En hij heeft ook gezegd van, kijk, ja, ik kan voor u niet meer doen dan dit nu. Maar allez, je mocht van mij tot dan nog terugkomen op uw besluit. En ik heb dat vriendelijk bedankt. Zonder dat ik al getekend had bij Corendon. Maar ik was er zo van overtuigd na dat gesprek met Christophe en Philippe. Dat mijn toekomst was. Ik had daar zo'n goed gevoel bij ook.
En dat bleek ook nog volledig te kloppen. Hè. De juiste keuze geweest. Ja. Eerst stond Mathieu blijkbaar ook niet te springen om mij in de ploeg te krijgen. En had hem gezegd van... Serieus? De Bond, dat gaat het toch niet doen? Van het moment dat we elkaar hebben leren kennen op stage, was hem heel tevreden dat ik in de ploeg gekomen was. En, en heeft hij dat ooit gezegd voor waar dat kwam? Of, Ja, dat was omdat voor mijn accident had ik ook zo... een redelijke... Hoe moet ik dat zeggen, jong? Ik was nogal zo de man van de grootspraak in die kleine koersen. Zo, hè, bij de Iets onder contract. Zo. Ik durf op Facebook zitten de dag voor dat ik naar koers ging rijden, dat ik ging winnen. En ik deed dat dan ook wel. Maar je mocht dat ook alleen maar doen als je dat... Of je mocht dat alleen maar zeggen als je dat effectief doet. Maar het feit dat je dat doet, wordt vaak ook een beetje als cocky of arrogant bekeken door andere coureurs. En dat maakt u niet super geliefd of zo. Weet je wel. En dan zeker niet... bij mannen van die dan nog net iets hoger niveau hebben dan uzelf, die denkt, wat zegt hij nu allemaal? Dus, maar ja, dat was ook gewoon een manier om mezelf te motiveren en dat werkte ook, dus ik deed dat gewoon, ja. En, en dan bleken we toch goed met elkaar te vinden en werden wij snel maatjes op stage en waren wij de eerste die het leuk vonden om de groep op stage uiteen te rijden, bijvoorbeeld. En, ja. En we kwamen dan heel goed overeen. En dan zei hij ook toch van... maar je bent ik blij dat Christophe mij overtuigd heeft. Ja. Dus ja, hoort dat wel vaker. Hè. Dan bijvoorbeeld Terpstra komt direct in mijn hoofd. Dat ik Bonen hoor zeggen van... Ja, ik stond er eigenlijk echt niet achter als Terpstra bij Quickstep kwam. Maar nee, dat hij in de ploeg zat. Dat maar dat wel... Sommige coureurs zijn gewoon ook zo ideaal als ploegmaat en kom je dan als je daar niet ploegmaat bent, totaal niet mee overeen, maar het zijn dan een droom om in de ploeg te hebben. Hè? Ja, voilà, inderdaad, dat was een mooie over wat hij ook zei, inderdaad. Een goede coureur, een goede lepe coureur is een ettertje. Hè? Ja, je mag niet te veel cadeaus geven natuurlijk. Ja. En dan heb je hem beter in de ploeg dan tegen u. Hè? Voilà. Ik heb hier nog over Galo in Hooijhem nog een keer, om er nog eens op terug te komen, ik denk dat dat wel belangrijk is. In 2019 nog eens gewonnen. En, ja, ik weet niet of ik heb geen voorbeeld van een coureur die met meer chance een koers heeft gewonnen. Anders, ja, Dries, vertel het gewoon zelf. Wat is er gebeurd? Dat is een scenario dat kun je eigenlijk alleen maar verzinnen en zoiets. Dat kunnen ze zelfs niet verzinnen. Dat zijn zo van die dingen. Wie denkt er nu, voordat hij een prof wordt, dat hij ooit een profkoers gaat winnen omdat hij op kop reed toevallig en iedereen achter hem op zijn deus gaat in de laatste kilometer? Dat houden we niet voor mogelijk. En dat is exact wat er toen gebeurd is. Ik ging eigenlijk de sprint aantrekken voor Tim Merlier. En we zaten er nog met drie. Ik, Lasse, Norman Hanser, reed op kop. Ik in het wiel. En dan ging Tim sprinten voor ons. En Lasse, die reed zo hard op kop van het peloton dat ze gewoon het wiel moesten. Omdat de wind op de kant stond. Ja. En die zette iedereen zo op blok dat er een beetje concentratieverlies moet geweest zijn, denk ik, hier en daar. En Quickstep die komt met een trein naast een van ons in de laatste 700-800 meter. En op het moment dat Martinelli erover wil komen, stuurt Lasse van ons juist uit. Allee, die gaat zich op kant zetten. En Martinelli rijdt gewoon vol in het achterwiel van Lasse. En we reden op kop, hè, dus iedereen die achter mij zat, ging tegen de grond. Ja. Enkel Bert van Lerbergen was er door, maar die was meer bezig met zijn... En Piotr Havik. Maar Bert was meer bezig met het feit waar is Hugo Hofstetter gebleven. Ja. En die keek gewoon achter hem en die stopte met trappen in plaats van naar mijn wiel te sprinten en de koers te proberen te winnen. Ja. En ik keek tussen mijn benen en ik zag geen wiel meer. Ik dacht dat Tim in mijn wiel zat en ik moest juist de sprint aangaan voor Tim. Ja. En ik zag geen wiel meer en toen viel het mij gewoon in. Ik had ze horen vallen, hè, dus ik wist dat ze gevallen waren. En het viel mij gewoon in. Ik moet nu zo rap mogelijk naar die meet rijden, want ik kan de koers winnen. Ja. En dan moet je daar op die moment een switch maken. En ja, bij Bert was dat dan niet gelukt, blijkbaar. En Piotr die was er dan van 20ste vanuit geslagen positie er toch nog doorgeraakt. Die had eigenlijk geluk toen dat hem te ver zat. Want die kon daardoor de valpartij ontwijken. En die kwam een 30 meter achterstand eruit. En ja, die had dan een mikpunt. En ik had dan het geluk dat mijn snelheid bij aanvang iets hoger lag, denk ik. En dat de wind schuin achter stond. En ik kreeg gewoon tegen de koord. Ik keek op mijn kilometriekscheen achteraf. Op mijn gegevens, mijn analyse van mijn powermeter. Ja. Zag ik dat ik al heel de tijd 64 per uur aan het rijden was geweest. Dus dan kun je ook gewoon niet korter komen. Nee, ja, en het feit dat ik zag Piotr komen en ik zeg, nee, jij mocht niet winnen. ik ben gewoon blijven rijden tot op de meet en ik kon, dat was echt ongelooflijk dat ik juist daar dat moest voor hebben. En, ja.
dat was de voorbode voor de derde overwinning in Allingoyen. Dat is de heilige grond voor mij. Ja, dat staat eigenlijk het volgende op de lijst. Het is nog niet gedaan, het BK 2020. Soortgelijk parcours. Ja, bijna hetzelfde. Ook starten in Alle. En dan over ja, het is ook de organisatie van Allingoyen dat dat BK heeft georganiseerd. En dan, dat toen Allingoyen dat jaar is ook niet verreden geweest. En dan Turkus rijden op en rond Tiegemmen. Ja. Dus dat bergje, dat ligt u wel. Je kunt misschien eens met Oliver Naassen gaan trainen. Ja. Ik val in Hooghem, wordt grote prijs, drie de bond. Ja, ze hebben me al gezegd dat ik daar een grond moet kopen. Ja. Nee, maar... ja. Dat was... Dat groeide, dat idee van dat Belgisch kampioenschap gedurende het coronajaar. Ik was nog nooit zo sterk de winter uitgekomen als 2020. En dat was... Het jaar dat wij eigenlijk nog geen Parijs-Nice of Tirreno reden in het voorjaar. Want dat is de Parijs-Nice dat Tisch Benoot zo sterk was toen. Ja, juist. En in plaats van... dus dat was net voor de corona, net voor de lockdown. En in plaats van dat wij Parijs-Nice en Tirreno reden, zagen wij daar dus de noodzaak in om ook dat op te vangen door op stage te gaan met de ploeg. En wij gingen op stage. Ik had toen al een rit gewonnen in Bessèges. En op stage in maart reek ik al mijn beste waarden met de vaantjes. Of van de tabellen. En ik kreeg daar waardes waarvan ze bij Insight, bij ons trainingsprogramma, naar Christophe de Kegel, naar ons herfperformance belden en zeiden wie heeft dat gereden, want dat is echt wel impressionant. We moesten daar een 2,5 minuten al out-test doen en ik kreeg daar 8,13 watt de kilo. Amai. En dat was wel redelijk goed. Dat was mijn redelijk persoonlijk goed. Record. Ja, dat was mijn persoonlijk record ook gewoon van de tabellen geveegd. Met veel. Dus ik voelde mij echt super klaar ook om dat weekend dat daarna kwam de Ronde van Drenthe te winnen, bijvoorbeeld. Ja. En dat was dus het moment dat ze alles hebben afgelast. Ja. En dat ons land in lockdown en met ons land nog veel andere landen samen in lockdown gingen. En dat de koersen op Zwift verreden werden in plaats van op de weg. Ja. Spijtig genoeg. Maar snel kwam ook duidelijk... eerst kwam er dus duidelijkheid over de locatie van dat BK, Halle en Gooien. Ik dacht, oh, daar heb ik al twee keer gewonnen. Dat is wel iets om naar uit te kijken. Ja, dat is maar motivatie. Dat was iets om naar uit te kijken. Ja. En ik had dan in dat BK van het jaar ervoor in Gent, in 2019, ook wel een hele bepalende rol gespeeld. Ja. Samen met Remco Evenepoel. Inderdaad. Maar daar had ik het gevoel dat ik wel kon winnen. En dan dat pakte ik dat mee naar... Ja, dat is een parcours dat mij wel meer ligt dan in Gent. En dan kwam de verplaatsing van die datum door corona. Ja. En dan werd dat verreden op 22 september. En ik dacht, miljard september, dat is mijn maand. want ik ben eigenlijk een coureur die doorheen het jaar blijft groeien en eigenlijk beter wordt naarmate dat seizoen vordert. Ik ben traditioneel gezien, als ik mijn eigen carrière evolueer, iemand die minder gemakkelijk goed presteert in het voorjaar. Dat heb ik nu dit jaar wel echt ontkracht, maar ja. Ik presteer meestal beter in... Ja, of het najaar moet nog verbluffender worden voor mij, dat kan ook natuurlijk. Maar ik presteer meestal beter in het najaar. En ik dacht, dat is mijn periode, dus dat komt echt al goed. En dan kwam ook nog duidelijk dat 2 dagen werd verreden na de laatste rit van de Tour de France. Ja. Dus dat was op de dinsdag na de zondag van de Champs-Élysées. Juist. Dus ik zeg, ja... Daarnaast kwam dan nog eens nieuws dat Wout niet ging meedoen met oog op de WK. Ja. Dat Remco niet ging starten. Ik zeg, dat zijn 2 topfavorieten die niet van start gaan. En al die andere goeie, die komen uit een Tour. Ja. Ja, als ik ooit een keer WK moet worden, is het dan. Hè. Maar dat was ik dus al aan het denken in juni. En dat idee was toen al gegroeid van, dat wordt mijn dag. En ik heb dat parcours 3 keer gaan verkennen, waarvan 2 keer achter een brommer. En ik was ervan overtuigd. Af voorhand al, dat ik daar... Allee, mijn omgeving was er ook heel hard van verschoten, zeg maar. Omdat er was een voorbeschouwing hier, Vive Velo, denk ik, was dat toen. Dat tijdens een tour, ja, wie wordt er kampioen? Ja. En ze spraken over mij niet. En ik zat hier bij een neurtje thuis, bij mijn vriendin in de zetel. En het was ook met Karel van Nieuwkerken, dus. En ze vroegen, wie wordt er kampioen zondag? En ik zat hier in de zetel en ik zeg, ze weten het niet, maar ik zit hier. Hè. om maar gewoon te duiden hoe hard ik er zelf in geloofde, dat mijn dag ging zijn. En in de ploeg zagen ze dat ook aan alles aan mij. Ik liep met zijn lijzen op de kamer en die zei dat ook. Van, ja, morgen is het prijzen. Ja. Jonas Rickert zei dat ook. Die wist dat ik kampioen ging worden of zo. Dat iedereen voelde dat. En op het moment dat die koers verreden werd... komen in de situatie dat we wegrijden met die kopgroep.
Sepp van Marken die was gaan pissen op dat moment. Ik had die zien stoppen om te pissen en ik dacht, nu kun je toch niet gaan pissen. Allee, de kopgroep was nog niet weg. En ik dacht, ik moest ook pipi doen op die moment. Ja. En ik dacht, ja, dat gaat nu niet. Nu is het veel te belangrijk. Nu, we gaan juist lokaal parcours opkomen. Nu gaat het gebeuren. En eigenlijk zonder te demareren rijden we dan weg met die groep van 20 man. Waarin dat elke ploeg minstens 2 man mee heeft. En ja, dat was echt... We hadden een lichtflits, 4 minuten. Ja. Ik knipperde 2 keer met mijn ogen en we hadden een minuut erbij. En ik dacht, ja, dat was... We rijden verre, dacht ik toen al. Ja. En dan werd dat duidelijk dat we tot aan de meet gingen rijden. En dan keek ik rond mij in die kopgroep en dan zag ik eigenlijk alleen maar knechten. Dus zag ik eigenlijk alleen maar coureurs die niet wisten hoe dat ze een koers moesten winnen. Ja. Allee, dat is nu cru gezegd, hè, maar... Ja, maar dat is... Dat is ook wat ik vorig jaar zelf voor had. Allee, als je altijd in de situatie komt dat je je eigen kansen moet opofferen voor je kopman, dan verleer je het ook gewoon zelf om finales te rijden om te winnen. En die mannen dat toen met mij in die kopgroep zaten, met alle respect, want dat zijn super... Pieter Serie was een van de beste coureurs daar in die kopgroep. Die was echt... Die was zeker met een evenknie, als hem niet beter was. Maar die komt zo weinig in de situatie dat hem zelf de koers mag winnen, of mag proberen winnen, dat dat op die moment ook echt moeilijk is om de juiste beslissingen te nemen. En die ging de sprint ook niet winnen tegen u, hè? Ja. Je weet het nooit, maar... Ja, ik ging de sprint ook niet winnen van Jens Keukleijer. Maar nee, ik ga er inderdaad ook vanuit... Voor mij was dat geen goed scenario. Hè. Ik zag Pieter vallen voor mijn neus en ik dacht, oh nee, dat meende niet. Ja. Want ik zag mezelf al wegrijden met hem. En ik zeg, ja, die rijdt met mij tot in onze aan de meet en we gaan daar sprinten en ik kan winnen. Ja. Maar pas op, Pieter Serie wordt wel nog derde in... dus tweede eigenlijk in die sprint van dat groepje erachter. Okay, ja. En Ilio stond ook nog op het podium. Ja, Ilio was tweede. Maar ze sprinten dus 2 en 3, die mannen. Waarmee dat ik wil zeggen, ja, Pieter was zeker niet de traagste van die groep. Hè. Ja. Maar voor mij was dat inderdaad wel redelijk kut, omdat ik daar op 10 kilometer van de meet ineens moest beslissen om een solo op poten te zetten. Ja. En dat was vooraf bekeken, had ik met mijn mental coach ook, hij vroeg aan mij, in welk scenario zie je zelf de koers winnen? Want dat scenario had ik nu niet bedacht, dat ik van op de laatste keer achterkant 10 op 10 kilometer van de meet een solo uit mijn benen ging persen. Dat is natuurlijk wel de schoonste manier om te winnen, maar... Ja, inderdaad, amai. Zei Mathieu ook tegen mij, nu is het dichtcoureur. Eindelijk, je hebt gewonnen met een solo. Had het weer voorspeld, eigenlijk? Ja, toen wel. Maar niet op Facebook gezet. Dat heb ik dus geleerd, dat je dat misschien beter... Had het er geen geld op gezet of zo? Niet zelf, hè. Maar ik heb wel de gouden tip aan veel van mijn maten gegeven, natuurlijk. En een van mijn betere maten die had spijt dat hem niet meer gespeeld had. Ja. Ja, want toen ik het gezegd had van je moet mij spelen, stond ik nog... Allee, toen hebben we er veel ook te laat gespeeld, want op de ochtend van BK stond ik nog 1-10. Ja, en, maar ik had een paar maanden, de Pieter de Papen had ik laten spelen met mij, toen ik 1-40 stond, die had 20 euro gespeeld, dus die had droog 800 euro gewonnen. Amai. Dat is altijd tof, hè, als je maar 20 euro moet inzetten om er 800 te winnen. Die was ook heel blij. maar extra blij. Als coureur mogen we zelf ook niet... Nee, klopt. Dat mag dat niet? Dat staat in ons contract. Op je eigen koers? Matchfixing, maar dan in de koers. Ja, kan ik dan zo gezegd op mezelf, pak weg, als ik nu tegen 40 sta, kan ik op mezelf 10.000 euro inzetten. En dan, als ik dan in die kopgroep zit, en ik weet dat ik 1-40 sta, dan heb ik 400.000 euro om heel de kopgroep te betalen. Ja. dat gaat niet, hè. Dus dus daarom dat dat niet kan. En dat niet mag ook, uiteraard. Dan dat BK in Anzeghem, uw mooiste dag op de fiets tot nu toe? Of, Ja, toch zo. Allee, ja, tuurlijk. Mijn voorsprong. Ook omdat ik daar zo naartoe geleefd had. En dat was echt speciaal. En denk dat ook dan de mensen die de koers niet van dicht volgden ook wel allemaal wisten wie Dries de Bont was dan. Vanaf, dat is een koers dat veel publiciteit krijgt, die trui. Dan komt inderdaad in combinatie met die solo, gelijk dat Mathieu zegt, en die trui, ja, dan zijn ze bij de grote jongens. Hè. Ja, voor mijn carrière was dat wel een winner, inderdaad. Ja, klopt, inderdaad. Ja, nee, dat is waar. En dat is ook leuk nu. Ik verschiet er. Dit voorjaar was het enorm, eigenlijk. Ik reed in de E3 bijvoorbeeld ook rond in het midden van de koers en ik hoorde Arjen die zei tegen mij
voor de, als we het afdraaien, als we afdraaien van Den Haag ook, Arjen Lieve, die zei tegen mij, maar je hebt zoveel supporters, jong. Ja. Het is allemaal voor u dat die roepen. Ja. Ik zeg, ja. Ja, ik weet niet hoe dat komt. En we draaiden Leeberg op en mijn naam stond daar zelfs op de baan geschilderd en alles. Juist als hij dat gezegd had, ik hoorde eigenlijk maar twee namen roepen heel de tijd. En dat was mijn eigen naam en die van de Bout. Ja. En dat, was, allee, dat is wel gek eigenlijk, hoeveel aanhang of hoeveel mensen dat mij herkennen. En, allee, dat is natuurlijk ook gemakkelijk met die bandjes. Tuurlijk, ja, die bandjes heb je voor de rest van je carrière. En ook, bij, allee, nationaal kampioen is voor iedereen mooi. Ja. Maar als je dan nog een keer wordt in België, het koersland bij uitstek, ja, dan... ja, dat maakt het alleen maar nog impressionanter. Hè. En je hebt ook, een unieke mogen meemaken. Hè? Twee keer de ronde in die intra. Ja, maar dat waren niet mijn beste koersen. ik heb een quote opgeschreven van Christophe Roodhoofd. En, je weet al wat ik ga zeggen, of? Ja, ik weet wat hij zegt. Oké, Ben weet het nog niet. Dus in de ronde van 2020, die Mathieu uiteindelijk wint... Ja. Moest Dries anticiperen. Ja, ah, juist. Ik heb het fragment uit de ronde zoveel. Ja. Ja, ja, ja. Tot op vandaag zijn we het daar nog altijd niet over eens. Volgens Christophe is anticiperen niet hetzelfde als attackeren, maar ik vind dat dat dus te gerust een onzin is dat er bestaat. We kunnen nu anticiperen op een aanval als je zelf niks doet. Ja. Op kouse voeten dan meer over. Allee, ja. Iedereen noemt het anticipatiemoment van Dylan van Baarle toch. Ja. Dat is dus het anticipatiemoment. Die valt toch aan? Of ben ik... Dat is waar. Die er niet zijn. Dus ja. Maar ik kreeg inderdaad te horen, anticiperen en attackeren is niet hetzelfde. Ik moest wachten dus. En, maar ja, ik vond dat toen een goede moment. En ja, achteraf bleek dat natuurlijk verkeerd. Maar de koers analyseren is altijd gemakkelijk. Welk stukje was dat net voor de Beerenries? Nee, dat was denk ik op de Wolvenberg. Maar dat was dat ook een fragment dat... Dat je gelijk wegviel. En dan later in de aflevering dat dan terug vooraan. Ja, 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 ik heb daarna een moment... Ja, ik heb daar wat tegenslag gehad ook. Ik heb dus net na dat anticipatie-slash-attackeren momentje... dat was mijn vlampaard op de Holleweg. En ik rijd daar in een put op de Holleweg, waardoor dat mijn zaal volledig omslaat eigenlijk. En ik heb mijn rug daar de volgende 20 kilometer volledig scheef meegetrokken. En daardoor dat ik eigenlijk heel de tijd op hangen en wurgen van achteren in die groep hing. Maar ik was nog niet uitgereden. Allee, ik was nog niet kapot. Maar mijn rug zat volledig geblokkeerd. En, maar ik wist ook gewoon... Ja, allee, we zijn hier gekomen, Mathieu, om de koers te winnen. En ik voel dat mijn rol nog niet is uitgespeeld. En ik moet gewoon nog zoveel mogelijk gaan helpen. Allee, voordat ik hier definitief afwaak. Want ik voelde ook aan alles van Mathieu dat er die dag in zat. Dus ik heb mij nog een vierdubbel geplooid om richting de tweede keer uit de Quaremont, omdat dat een heel beslissend stuk is in de koers, daar een lead-out te doen van Mathieu, omdat hij niet zou voor hebben wat dat hem het jaar ervoor voor had. En dat is dan goed gelukt. En daarvoor ben ik dat wel nog geprezen ook in de ploeg en op tv. José zei dat toen ook, van meneer als hij lossen, maar hij is hier toch nog altijd blijkbaar. Ja, ja, dat en, komt dan later in de aflevering, ja. En dus, allee, maar dat ze hebben het wel mooi rechtgezet. Allee, dat typeert ook wel dat ik op mijn fiets zit. Als ik los is het gedaan, maar dan, is het al, dan moet het al drie keer gebeurd zijn bij iemand anders voordat ik ga los. En dan ook niet de optie om te wisselen van fiets en toch met een fiets dat niet je rug scheef, je zadel staat niet 100%, maar toch nog zeggen van ik ga met toch nog een keer 100% alles eruit halen voor een kopman. Ja, dat is denk dat het is gelijk wat je zei in de inleidingen, Ben. Sterk karakter, doorzettingsvermogen. Ja, ik denk dat we Dries de Bont daarmee wel kunnen omschrijven. En hal in Hooijheim. En misschien om af te sluiten, Dries, wat staat er nog op programma? Dus om wat frisheid op te doen, heb ik nu na de Volta Limburg heb ik 3 dagen gerust. Omdat er verder in mijn programma niet veel ruimte zit om frisheid op te doen. Ja. Want dit weekend start ik in de Amstel aan de zijde van Mathieu. Moet ik hem daar gaan helpen winnen? Ja, hij gaat er ook als een van de topfavorieten starten, zo niet de topfavoriet. Dus dan zal mijn rol daar ook weer bepalend kunnen zijn. En doe ik de Brabantse Pijl nog. Okay. Op woensdag. En dan vertrek ik op hoogte stage met de ploeg naar Denia, naar de Synchrosfera. Om de Giro voor te bereiden. Dat is ook waar Van der Poel lang gezeten heeft, zeker? Voor, ja, klopt. Dat hoogtehotel? Of, ja, die hebben dus kamers die je lekker een hoogtetent kunt afstellen op een bepaalde hoogte. Ja. Dus waar dat de lucht eigenlijk gesimuleerd wordt, zoals dat hem zou zijn op bijvoorbeeld 2000 meter, wat ervoor zorgt dat je in je recuperatiemoment meer rode bloedcellen gaat aanmaken. Ja.
En dat is dik op hoogtestage gaan, maar dan op zijn niveau. Maar je kunt wel laag trainen. Ja, voilà. Ja. Dus je kunt je training kunnen iets belastender zijn. En je trainingsprikkel gaat iets beter zijn. Dus je kunt eigenlijk meer kwalitatief verwerken van training en toch dat hoogte-effect simuleren door op die kamer te zitten. Ja, en dan naar een Giro. Ja. Oké. Okay. Maar wat zijn de ambities in Giro? Beetje hetzelfde als vorig jaar? Of? We gaan... het is nog niet helemaal duidelijk of Mathieu meegaat naar een Giro of niet. Maar dat staat zo half op de planning. En verder gaan we met hetzelfde idee als vorig jaar naar een Giro. En dat is Van Ritten te winnen met Tim Merlier. Ja. En mijn eerste deel gaat weer in functie van dat zijn. Van Tim ritten te laten winnen. Of helpen winnen. En hoe verder dat een Giro vordert, hoe meer dat ik daar mijn eigen kansen ga proberen te verzilveren en mijn ritten eruit te pikken. En ik ga proberen die Giro van vorig jaar te kopiëren met een kleine aanpassing. En dan is, ritwinst. Ritwinst, voilà. Ik heb trouwens nog gezien, Dries, dat je ook een fan bent van... WTC, moeder, we zijn nog niet thuis. Ja, dat klopt. We gaan wat een klein voorstel voor de luisteraars. Voor de komende afleveringen mogen ze de favoriete meme of doorgeven. Want het is echt wel, het is wel een hype, hè? De WTC, moeder, we zijn nog niet thuis. Zelf onze co-host Daan kon hem niet bedwingen om toch ook een paar inzendingen te doen. Van vorige week met Van Aert, kan ik me herinneren. Hoe is dat nu mogelijk? Dus ik zou voorstellen voor de luisteraars in de toekomst op Insta. Drop uw favoriete meme, stuur ze ons door. En dan selecteren wij elke aflevering onze absolute meme. Ja, ja, de Dries inderdaad, hij heeft ze trouwens leuk gevonden. Hoe is dat nog godverdomme mogelijk? Je hebt al die vind ik leuks afgedrukt of zo. Maar, het ding was, ik volg hem ook op Instagram, de Dries, dus dat kwam er direct van bovenop. Maar ja. Ik vond het wel fijn inderdaad om te zien dat mensen als Greg van Avermaat, Dries de Bond, al die grote profs, dat die dat dan leuk vinden. En ze reageren er ook op vorige filmpjes ook van Van der Poel en van wanneer Van der Poel toch start in Sanremo, en je ziet dat die man er ook zelf op reageert. Maar er is zoveel stof ook om dat te doen. Lekker vandaag ook. Met Merlier. Jongen, ik ben aan het wachten op de meme die komt daar. Sporza heeft zelf al iets gepost. Ja, ik heb wanneer je op vrijdagavond je ex tegenkomt op café. Tim die besliste om hun groep was net 2 minuten gearriveerd voor de verwinning, de sprint. Maar dus de bussen staan voor de laatste kilometer. Dus je moet eigenlijk terugrijden op parcours om naar de bussen te gaan. Maar ja, die tweede groep van met onder andere Fabio Jacobs moest nog arriveren. Dus Tim rijdt terug over de meet. Eigenlijk op het moment dat die mannen gaan beginnen sprinten. Maar daar zit een klein bochtje in die laatste 200 meter. Dus dan zag die mannen niet komen. En wij zagen dat op tv allemaal gebeuren. En ook de commentatoren waren al aan het zeggen van oei, 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 komt dat wel goed. Ja. En dus op 200 van de meet ziet hem die mannen ineens vol sprinten. Dat zo 100 meter verder en beslist hem in een fractie van een seconde om zijn fiets over de nadaars te gooien en er zelf ook over te kruipen. Het ging wel nog redelijk vlot, vond ik. Ja, dat ging inderdaad redelijk vlot. Maar ja, het was wel... hij komt daar goed weg, want voor hetzelfde geld gebeuren er daar wel ergere dingen. Ja. Tim Merlier zag zichzelf al op WTC, moeder zijn nog niet thuis. Hij dacht, er zijn te weinig memes over mij. Ja, hij dacht... Het is te veel over Van der Poel en over Van Aert. Ja, ik wil er ook eens op komen. Ja, deze was wel een lovenswaardige poging om binnen te komen, denk ik. vroeger worden ze graag op Sporza staan. Nu is meer op WTC, moeder, we zijn nog niet thuis. Heb jij er al op gestaan, Dries? Goeie vraag. Of heb je een favoriet dat je in gedachten hebt? Goh. Ik vond die van... Er zijn veel goede... Ik vond die van Thibaut Nijs ook wel goed. Met Binyam Girmay van... wat was het nu weer? Die in Cameroen is niet te doen. Thibaut heeft zijn kampioenenkennis goed gebruikt voor een goede meme te maken. Inderdaad. Ja, nee, het zijn al veel. Maar ik weet niet of ik er zelf al... ben er vast van. Misschien moeten we er een missie van maken van... extra in het oog te houden wat Dries uitsteekt de komende weken. Dan moeten we maar een keer zorgen dat we ergens een kwinkslag... Of misschien inderdaad, is dat geen idee anders? We maar een meme naar WTC-moeder zijn we nog niet thuis sturen over onze podcastgast.
Ja, de komende, ja, maar de luisteraars mogen altijd meedenken. De komende luisteraars mogen drie, meedenken. Ik kan misschien in Amstel al iets speciaals doen. Ik ga mij bezig houden met de koersen. Maar zoiets gebeurt af en toe. En dan moet er maar slink genoeg zijn om dat op te pikken. Ja, of zo die Spanjaard, dat ze speciaal lacht. Daar kun je ook altijd iets leuks mee doen, natuurlijk. Ja, dat is juist. Ja. Iets anders onder plakken. Nee, maar ja, die mannen... Ik weet ook trouwens nog niet wie dat erachter zit. Hè. Dus, ik ook niet. Wel, wij hadden er gezegd dat ze zich gingen ontmaskeren, maar ja, dat was natuurlijk op 1 april. Dat maakt een hype, hè. Dat maakt het ook een... Dat maakt het plezant, hè. Het zijn misschien die mannen van Baba Yaga of I don't know, dat die dansers met maskers... het is pas... het blijft leuk, hè, dat we niet weten wie dat is, maar... het is wel plezant. Oké, dus een oproep naar de luisteraar ermee te einden. Om af te sluiten willen we Dries bedanken natuurlijk om tijd voor ons vrij te maken. Wensen we hem succes in de Amstel, de Brabantse Pijl en de Giro. En hopelijk doen we in de toekomst nog een keer een editie met een streepje erachter in de Giro of een andere grote koers. Hè. Dat zou schoon zijn. Alvast veel succes. Bedankt. Bedankt Dries. Mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabedja gaat niet op de foto staan. Wat een machtsontplooiing. En Stibar is de pijpert. En komt vanavond nog terug. Komt vanavond maar nog over Stibar. Komt vanavond maar naar de boom. Vanavond maar het moet. Het moet. Het moet. Het is vanavond maar. Vanavond maar. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het vanavond of Viviani? Het is vanavond weer nou! En Olympisch goud! Olympisch goud voor Dirk van Avermaat! Voila! Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Tom Boonen op 1! Tom Boonen is wereldkampioen!